Dames en heren, goedenavond. Het is 7:30 en wij zitten hier droog. En dat beide is een mooie aanleiding om te starten met onze raadsvergadering. Daarmee heb ik de vergadering geopend. En heeft er nog iemand van u opmerkingen bij de agenda? Wilde ik vragen mevrouw Lagas en de heer De Jonge. Mevrouw Lagas. Voorzitter, we willen graag een motie vreemd indienen vanavond. En het gaat over openingstijden supermarkten. Oké. Zullen wij die dan ook agenderen als agendapunt 15a? Mm-hmm. En dan krijgen wij dadelijk denk ik nog de motie van u. En meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb bijna hetzelfde voorstel. Want wij hebben ook een motie vreemd aan de orde opgesteld. En die willen we graag inbrengen. En die gaat over het verkrijgen van een subsidie van de Europese gemeenschap op aanleg van wifi in het centrum van Ommen. Dank u vriendelijk. Dan is dat een motie wifi centrum Ommen, denk ik dat u hem genoemd heeft. Hè? Ja. Dan agenderen we die als 15b. Ja, is dat akkoord? Verder niet meer ten aanzien van de agenda. Dan stel ik, alvorens ik naar agenda punt 2 ga, vast dat de heer Dalenoort en mevrouw Tuinbeek verhinderd zijn, vanavond zich ook hebben afgemeld. En als dat gezegd is, stel ik vast dat er geen vragen voor het vragenhalfuurtje zijn gesteld. Dan kom ik bij de vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 19 april, jongstleden. Geen opmerking daarbij, is die ook vastgesteld. Ingekomen stukken. Ook geen opmerkingen. Al dus ook afgehandeld. Kom ik bij de mededelingen vanuit het college. En ik meld u, en dat zal u niet ontgaan zijn, dat het college hier in beperkte omvang zit. Sinds gisteren. Einde van de dag bestaat het college nog uit een wethouder en een burgemeester. Dat is in ieder geval iets, zou ik bijna zeggen. Hè? Gisteren, einde van de dag, liep het waarnemerschap van mevrouw Lagas. En de heer Katerberg liep af. Wij zullen overigens de 31ste mei om 16:30 van hen beiden afscheid nemen. En ik nodig u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. En dat zal in het gemeentehuis plaatsvinden. Dan is ook verklaard wat de samenstelling van het college is en de hartelijke oproep om komende donderdag ook afscheid te nemen van beide waarnemend wethouders. Dan kijk ik naar mijn enige collega in het college. Zijn er nog mededelingen? Meneer Schelen, ik geef u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, maar twee colleges. Ach, we hebben het wel eens erger meegemaakt de afgelopen periode. Ik heb een tweetal mededelingen. Allereerst, de Griffie wees ons op het volgende. Normaal gesproken is het zo dat als je een kadernota uitbrengt, dat er ook een inspraakprocedure is. Maar u weet, we hebben natuurlijk niet echt een kadernota te gaan. Hè? Juist vanwege de verkiezingen, het coalitieakkoord, gesprek daarover, komt er alleen een kaderbrief. En een kaderbrief omvat eigenlijk alleen maar het financiële plaatje. Dus het lijkt het college eigenlijk weinig zinvol om alleen op dat punt een inspraakprocedure in te lassen. En wij stellen u dan ook voor om dan alleen een kaderbrief uit te brengen. Uiteraard gaat de Raad nog spreken over het coalitieakkoord en de gevolgen wat iets meer zijn. Maar dat heeft ze haar eigen spoor. En wij zullen volgende week in Ommer Nieuws uiteraard dan ook bekendheid geven aan dit voornemen. Het is een verzoek vanuit de Griffie gedaan aan het college, maar ik kan me voorstellen dat we het ook even willen delen met de Raad. En als de Raad daar een ander gevoel bij heeft, dat ze dat ook even kenbaar maakt. Maar voor Hans denken wij dus, het lijkt ons verstandig om alleen over een financieel plaatje geen inspraak te organiseren. Wetende dat er ook nog allerlei inspraakrondes gaan komen in de omagenda wat iets meer zijn. Dat was mijn eerste mededeling. De tweede mededeling is een zeer heugelijke. U ziet mijn das ongetwijfeld.
En dat heeft ook een aanleiding, want we hebben vanmiddag hebben wij op de Rotbrink iets mogen tekenen. Autobedrijf Sens, wel bekend van de stationsweg tegenover Paping, heeft een kavel gekocht op de Rotbrink. Naast de pomp, om het zo maar eens te zeggen, dus ook in het hoekje waar de takman zit. En we zijn natuurlijk buitengewoon verheugd dat dat gelukt is. Het heeft even geduurd. We zijn heel blij dat de ondernemer Verheijen deze stap heeft willen maken. En ik denk dat dat weer een mooi resultaat is voor de Rotbrink. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dan kom ik nu bij de hamerstukken. En het eerste hamerstuk betreft de benoeming van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Het is ook een belangrijk om de commissie vast te stellen, in ieder geval voor komende donderdag. En de commissie zal bestaan uit de heer Remmers, mevrouw Tijnbeek en de heer De Ruiter. Dat is daarmee vastgesteld. Agenda punt 7, de bekrachtiging van de geheimhouding informatie gemeenschappelijke regeling BOH. Vastgesteld. De verordening reïntegratie participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Ommen 2018. Vastgesteld. Het coördinatiebesluit natuur en waterschap opgave vecht en reggen. Vastgesteld. De benoeming van het lid voor de raad van toezicht openbaar onderwijs Zwolle en regio OOZ. Vastgesteld. De vaststelling van het het beeldkwaliteitsplan de Vlierbrink fase 1c. Vastgesteld. Ik kom bij de vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Kernen, de herziening Leemelenweg 46, 46a en 46b in Leemelen, vastgesteld. Ik kom bij agenda punt 13. En dan stop ik even met afhameren. Het was natuurlijk buitengewoon verleidelijk om door te gaan. Maar ik geef u toch graag de ruimte om bij agenda punt 17, de jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming voor 2017, annex de zesde wijziging van de begroting 2018. Ik geef u graag de ruimte om dat te bespreken. En wie mag ik het woord geven? Ik ga even na de heer Middelkamp, de heer Van den Mooren, de heer Moerman, mevrouw Lagas, de heer Remmers, excuus, en mevrouw Bakelaar. Sorry? Iedereen? En dan begin ik bij... We zijn begonnen bij de heer Middelkamp. Meneer Middelkamp, geef ik u graag het woord. Geen tekst. Meneer Middelkamp, u heeft het woord. We laten het hierbij. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de fractie van de VOV heeft een achttal punten die wij graag uit de jaarstukken, CQ jaarrekening, willen halen. En bij elk van die punten hebben we een vraag, dan wel aan de wethouder, dan wel aan de fracties in de raad. Het eerste onderwerp, voorzitter, gaat over de afvalstoffenheffing. En in het verleden heeft Ad Nijhuis, toenmalig fractielid van de VVD, veelvuldig over dit onderwerp betoogd. En daar was blijkbaar alle reden toe. En voorzitter, dat onderwerp is wat de VOV betreft nog steeds een kwelling. En graag maken we u, weliswaar zo kort mogelijk, deelgenoot van die kwelling, waarna er een aantal vragen zal volgen. Voorzitter, in de jaarrekening staat, althans voorafgaand aan de jaarrekening bij de raadsbrief, een voordeel vermeld van €227.000. Kort daarna, bij het onderdeel budgetoverheveling, staat er gemeld dat er €168.000 voordeel wordt overgeheveld naar de reserve afval. Dan, voorzitter, bij het programma Duurzaam Ommen en dan het overzicht van de baten en lasten, dan zien we een voordelig saldo van 271. De toelichting hierop, en dat heeft misschien te maken met een aantal kleinere posten, bedraagt 250. Bij de dekkingsmiddelen staat er een dotatie, een toevoeging aan de voorzieningen van €57.000. Met als gevolg dat er in de bijlage een reservering of een reserve afvalstoffenheffing is vermeld van €345.000. Een toelichting erbij, voorzitter, is dat alles boven de €100.000, en daar heeft de heer Nijhuis in het verleden veelvuldig op gehamerd, dat dat terugvloeit naar de burgers. Onze vragen, voorzitter, aan de wethouder zijn: waarom is het nodig dat op zes verschillende plaatsen in de stukken over dit onderwerp
telkens verschillende getallen die niet met elkaar corresponderen, die niet aansluiten, worden vermeld. Oftewel, waarom maken we het ons zo complex? Dan het volgende onderwerp, voorzitter, de decentralisaties. Ik zal het nu wat korter doen. Op 3 verschillende plaatsen in de stukken staat vermeld dat er een voordeel te melden is van variërend van 573 tot 818.000 euro. We hebben vaak over... Meneer Middelkamp, ik hoor nu toch een aantal vooral vragen van technische aard. En het is niet de bedoeling om in de Raad technische vragen te stellen. Daar is eerder gelegenheid voor geweest. Ik vraag u om tot het politieke punt te komen in deze bespreking. Mm-hmm. De vraag die ik zojuist na de inleiding om aan te geven hoe complex het is over de afvalstofheffing, was waarom we het ons zo complex maken. En dat is een inhoudelijke en procesmatige vraag. Daar kom ik zo dadelijk na het volgende punt nog op terug. En ik heb geen behoefte, althans daar heb ik geen vragen over gesteld, om inhoudelijk op de getallen die ik heb vermeld nog een antwoord te krijgen. Dat is inderdaad gepasseerd, maar het gaat erom hoe complex de materie is die we elkaar voorschotelen. Uitstekend, maar het zou kunnen dat het dan dadelijk uiteindelijk toch om een technische vraag gaat. Maar gaat u door? Ja, is goed. Dank u wel. Zoals gezegd, bij de decentralisaties variëren de getallen ook nogal die niet op elkaar aansluiten. En daar staat dan bij dat we een soort van winst tussen aanhalingsteken of een voordeel hebben gehaald in het sociaal domein. Hoe we die winst beschikbaar houden binnen het sociaal domein hebben we regelmatig met elkaar moeten bediscussiëren. Beide onderwerpen, voorzitter, illustreren wat de VOV betreft dat we hiermee niet op de juiste weg zijn. En daarom alsnog een aantal aanvullende vragen. Vindt de wethouder de verslaglegging op deze wijze transparant? Is de wethouder bereid om deze materie meer inzichtelijk en qua kwaliteit te verbeteren? Een vraag aan alle fracties van de Raad luidt of u dezelfde soort problematiek heeft ervaren. Ik heb er 2 uitgelicht, maar het gaat veel breder, maar dat voert te ver en dat wordt misschien ook veel te technisch, zoals u al zei, om daarop in te gaan. Maar heeft u hetzelfde soort probleem als u deze stukken beoordeelt en bekijkt? Vindt u het met de fractie van de VOV niet beter als alle onderwerpen op 1 plaats in het document worden behandeld, waarbij alle getallen op elkaar aansluiten en netjes worden verklaard, in plaats van dat je dat op 6 verschillende plaatsen moet terugvinden? Voorzitter, als we dat zouden doen, dan voorkomt dat heel veel technische vragen. Dat scheelt werk voor de raadsleden, het scheelt heel veel tijd voor de ambtenaren, het scheelt tijd voor de college, diverse vergaderingen die daardoor lang duren. Dus zijn er medestanders, dat is eigenlijk de bottom line van de vraag, om dit proces te gaan stroomlijnen? En afhankelijk van het antwoord van de wethouder kunnen we misschien als raad bekijken of we daartoe op enig moment een motie willen indienen. Ik neem even een slokje water, voorzitter. En dan... Het derde onderwerp, voorzitter, gaat over het onderdeel mantelzorg. Het is een onderdeel waar we vaak de mond van vol hebben. Een onderdeel in de zorg dat een onmisbaar karakter heeft. We vinden het belangrijk dat er meer ondersteuning en een betere beloning voor mantelzorg komt. Daarom vindt de VOV het erg jammer dat er een bedrag van 30.000 euro niet is besteed. Meestal vinden we, als er een voordeel is, een incidenteel voordeel, dat dat fijn is voor de gemeente Ommen. In dit geval vinden we dat eigenlijk heel erg jammer, voorzitter. En hadden we liever gezien dat dat wel besteed was geweest. En de reden is dat we afhankelijk zijn geweest, en dat is natuurlijk heel verdrietig en vervelend, van de gezondheidstoestand van een initiatiefnemer. Maar is het college, dat is de vraag, voorzitter, bereid om voortaan dit soort situaties te voorkomen en daar waar we mantelzorg een heel belangrijke rol toedichten, om dat ook te ondersteunen en te belonen op de wijze die daarbij past. Voorzitter, het volgende onderdeel gaat over de subsidie buitenspelen. Dat is een subsidie van 153.000 euro. Die subsidie is niet besteed en nog beschikbaar. Graag, voorzitter, horen we welke plannen het college heeft om die gelden te gaan besteden en wanneer de Raad daarover geïnformeerd wordt.
Dan, voorzitter, hebben we in de commissievergadering een technische vraag gesteld. Die is tijdens de commissievergadering niet beantwoord kunnen worden. En de wethouder heeft toegezegd dat dat nadien zou plaatsvinden. Dat heeft inderdaad ook gisteren plaatsgevonden. Maar het is exact dezelfde beantwoording als die ook ten tijde van de commissie werd gegeven. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want we wilden graag een verklaring van een verschil van een bedrag van een kleine 600.000 euro. En we willen alsnog graag van de wethouder horen hoe dat in elkaar steekt. Zou uw vader aanwezig even kunnen melden, met name voor de mensen die op de tribune zitten, waar die 600.000 euro betrekking op had? Dat maakt het wat helderder voor de mensen die aanwezig zijn om uw betoog te volgen. Heel goed. Het gaat om aansluiting van de lasten in het programmaonderdeel Interactief Ommer. En de beantwoording, op twee verschillende plaatsen zien we daar getallen geformuleerd. En in die lastenparagraaf is er een verschil tussen die verschillende pagina's van 600.000 euro. En de beantwoording geeft aan dat dat verschil veroorzaakt zou kunnen worden door overheid en door vennootschapsbelasting. Daar worden ook een paar getallen genoemd. Maar als je die getallen weer bekijkt, dan komt dat in de verste verte niet in de buurt van die 600.000 euro. Er is misschien nog meer over te vertellen, maar... Ja, dit geeft nee, maar ik denk dat dit voldoende is voor de mensen op de tribune om te volgen waar het over gaat. Dank u wel. Dank u wel. Graag, voorzitter, want dat is de vraag, een reactie op deze situatie. Ik vervolg. De wethouder volgt u, dat hoort u. Ja, nee, precies. Dat is heel fijn. En wij volgen straks de wethouder, voorzitter, als het gaat om de beantwoording. Voorzitter, het zesde onderdeel gaat over de bijstandsgerechtigden. En helaas hebben we, gelukkig hebben we kunnen zien in de jaarrekening dat er sprake is van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Maar helaas is er in het jaarverslag een toename van 11 bijstandsgerechtigden vermeld. En dat is eigenlijk een beetje raar, dat je op twee verschillende plekken enerzijds zegt van we hebben een daling en anderzijds dat er sprake zou zijn van een toename. Te meer daar er ook gesproken wordt van een forse inzet op de reïntegratie. En dat heeft een bedrag van 39.000 euro nadeel ten gevolg, terwijl toch het aantal bijstandsgerechtigden is gestegen. Graag horen we van de wethouder hoe deze tegenstelling zou kunnen worden verklaard. Dan, voorzitter. Dit lijkt me een technische vraag, meneer Meelkamp. Dit lijkt me een technische vraag. Ja, ik merk dat ik een beetje scherp word in uw richting, omdat u vragen stelt die in de commissie zou hebben gesteld of had laten zoals u weet, dus ook echt ambtelijke voorbereiding voor een commissievergadering, waar het antwoord op had kunnen worden gegeven, zo direct ook beschikbaar is, en u er vervolgens dan een politiek onderwerp van had kunnen maken. Voorzitter, wat mij betreft trekken we deze vraag in. Uitstekend. Hij was vooral bedoeld als toelichting op de vraag om te duiden dat de verschillende stukken op verschillende plaatsen informatie bevatten. En dat heb ik bij de eerste twee onderwerpen bedoeld. En dit is daar eigenlijk een gevolg van, maar het gaat over iets heel anders. En het is makkelijk te beantwoorden, lijkt me. Maar het geeft me aan dat de stukken niet zo eenvoudig te begrijpen zijn en reden is tot veelvuldige vragen, voorzitter. Moeten we het volgende punt, meneer Meelkamp. Dan gaat het over de vennootschapsbelasting, de VPB. We hebben in het verleden een project gedaan waar alle eventuele vennootschapsbelastingplichtige rubrieken de revue hebben gepasseerd. En daar kwam uit een raming van jaarlijks 45.000 euro. De voorlopige aanslagen over 2016 en 2017, voorzitter, bedragen ongeveer 62. Dat is wat hoger. En eigenlijk is onze vraag of er al iets te zeggen is over een definitieve stand die we zelf hebben kunnen bereiken. En de belangrijkste vraag, voorzitter, is in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van een vergroot risico vanwege de toename van de verkopen op de Rotbrink dan wel op de Vlierlanden. En tot slot, voorzitter, een vraag uitsluitend voor de Raad bedoeld. Hij is in de commissie gesteld en die gaat over mogelijkheid of de wens dat gemeenteraden de doelmatigheid van overschrijdingen van lasten, hè, zoals ze begroot zijn, als ze lasten in de begroting zijn opgenomen, om die overschrijdingen gerapporteerd te krijgen.
Daar heeft de Raad niet expliciet een duiding aan gegeven. Daar hebben we geen kaders gesteld, voorzitter. En de beantwoording van de wethouder was van nee, inderdaad, als je als Raad daar aanvullend richtlijnen voor wilt opstellen of kaders voor wilt meegeven, dan is het aan de Raad om daarover te besluiten. Dus eigenlijk ligt de bal weer terug bij de Raad. Daarom, mevrouw, voorzitter. Mevrouw Bakelaar, bij interruptie, geef ik u het woord. Nou, even een vraag. Ik begrijp niet wat u nu vraagt. Kunt u hem nog een keer uitleggen? Jazeker. Het kan door de hitte komen, maar... Jazeker. Meneer Middelkamp. Volgens de wet is het nodig dat als begrote lasten worden overschreden, oftewel we geven meer uit dan dat we hadden begroot, dat die verhoging van die lasten verklaard moet worden. Dat is ergens, ik zal de paginanummers en de bedragen niet noemen, daar gaat het misschien niet zo heel erg om, is in het programma onderdeel Interactief Ommen, is op een drietal plaatsen gebeurd. En daar heeft de opsteller van de jaarrekening ook aan geduid. Maar de passage daarboven gaat over, eigenlijk is er een actie voor de Raad om na te gaan of je, als er sprake is van lastenoverschrijding, om daar kaders voor mee te geven of richtlijnen voor mee te geven, hoe daar in de toekomst in de jaarstukken mee moet worden omgegaan. En de vraag is, willen we dat wel of willen we dat niet? En als we dat willen... Meneer dat... Middelkamp, als u de vraag stelt, willen we dat wel, willen we dat niet, kunt u dan ook aangeven wat u precies wilt? Want het is een hele open vraag. Zeker. Ik denk dat de fracties daar geen antwoord op kunnen geven. Nee. De vervolgvraag, voorzitter, is of de Raad het zou waarderen, als er aanleiding is om dit punt daadwerkelijk op te pakken, om een conceptmotie met elkaar voor te bereiden. De VOV, althans de fractie van de VOV, is graag bereid om daar een eerste concept voor op te stellen, als daar aanleiding toe zou zijn, zodat we als Raad de kaders zouden kunnen stellen voor lastenoverschrijdingen. En voorzitter, je zou kunnen denken, hè, om maar een voorschot of een schot voor de boeg te geven, aan een soort van 2020-regeling. Als lasten meer dan 20.000 euro worden overschreden, dan zou daar een melding van gedaan kunnen worden met een toelichting. En voor kleinere bedragen zouden we bijvoorbeeld kunnen afspreken dat als er een lastenoverschrijding van meer dan 20%, hè, dus los van het bedrag, dat dat vervolgens verklaard zou moeten worden. Het is maar een idee. Hè. Misschien als we dit hebben uitgezocht, krijgen we zoveel afwijkingen dat dat niet beheersbaar is. Maar in die orde grootte zou je kunnen denken als de Raad daar richtlijnen voor zou willen opstellen. En dat, voorzitter, waren onze vragen in eerste termijn. Dank u wel, meneer Middelkamp. Meneer Van der Mooren, mag ik u het woord geven? Dank u wel, meneer de voorzitter. Het was vanwege de nieuwe apparatuur even wennen hoe dat allemaal weer werkt. Meneer de voorzitter en beste meelezers, om de collega's ook maar eens een keer zo aan te spreken. Waarom zo'n aanspraak? Omdat wij vanaf vandaag eens willen proberen om een debat in de Raad te gaan voeren en niet alleen een soort vraag-en-antwoord overleg met het college. Dat zal niet op alle fronten al lukken. Ik heb ook begrepen dat wij in september daar ook nog eens een keer op gaan studeren hoe dat allemaal moet. Maar we willen in ieder geval nu al iets proberen. Vanavond bespreken we bij dit agendapunt het jaarverslag van 2017 van Ommen, de jaarrekening en de zesde wijziging van de begroting 2018, ook wel genoemd, de voorzitter corrigeerde dat al, de zesde wijziging van de begroting 2017. Voordat we ingaan op de bijbehorende stukken, willen we eerst bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. En misschien is hier de zegswijze beter later nooit ook wel op zijn plaats. Hoewel, heel erg missen deden we eigenlijk die antwoorden ook niet in het overleg tussen de Raad en de accountant. We hebben wat opmerkingen bij het jaarverslag, we hebben wat opmerkingen bij de jaarrekening en tenslotte ook wat opmerkingen bij het raadsvoorstel zelf. Het jaarverslag. Op pagina 12 vermeldt het verslag de ontwikkeling van breedband. Er sprake van een succesvolle vraagbundeling en naar verwachting kan alles in 2018 afgerond zijn. Net vanmorgen konden we lezen dat onze provincie straks de eerste provincie is waar letterlijk alle inwoners gebruik kunnen maken van snelle breedbandinternetverbinding. Door de ervaring van inwoners wijs geworden is onze vraag, ja, iedereen kan wel gebruik maken, maar tegen welke kosten voor een op maat gesneden aanpak? De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het hier gaat om een nutsvoorziening.
Iedere inwoner moet hierover kunnen beschikken, ongeacht waar die woont. En we weten uiteraard welke positie Omme in deze zaak heeft ingenomen. We zouden graag van u, partijen, willen weten of het een idee is om een voorstel te doen om in kaart te brengen of te laten brengen. Om hoeveel gevallen het gaat waar nog geen sprake is van een aansluiting. En wellicht welke oplossing hiervoor gezamenlijk geboden kan worden. Dan wel in ieder geval bedacht kan worden. Dus er is nog geen garantie voor succes. Maar in ieder geval laten we nagaan, omdat wij vinden dat het een nutsvoorziening is, welke mogelijkheden we hier hebben. Een bijzonder aangenaam moment was het om in het verslag te lezen over de functie en de activiteiten van vrijwillige ouderenadviseurs. Wat ons betreft mag de bekendheid en de beschikbaarheid van die mensen verbeteren. Het ouderenmanifest van de ChristenUnie geven wij daar ook wel aandacht aan, maar liever ook gemeentebreed goede bekendheid. Ga over naar de jaarrekening. Op pagina 29 lezen we over de moeite met bemensing van het Clean Team. We hebben een antwoord gekregen op onze vraag hierover. Maar vervolgens hebben we toch ook wel weer wat opmerkingen erover. Komt wat we ook willen bereiken met het Clean Team niet onder druk te staan? Ten slotte gaat het ook om een Omme dat het aanzien waard is. Of wordt wat blijft liggen, niet al te letterlijk oppakken, of wordt wat blijft liggen volledig opgevangen door de buitendienst? Graag een reactie van het college hierop. Bovendien kwam bij ons de vraag op of de schaarste aan bemensing niet een optie vormt voor statushouders via zo'n werkervaringsplek laagdrempelig te laten integreren. We horen hier ook graag een reactie van het college op. Over de doorontwikkeling van het energieloket hebben we de vraag gesteld of geen kosten maken betekent dat er ook geen activiteiten zijn. We hebben daar een uitvoerig antwoord op gekregen. Er zijn heel veel activiteiten verricht. Begrijpen wij het goed dat er geen kosten betekent geen kosten voor Ommen? Want als er activiteiten zijn, zijn er natuurlijk ook kosten gemaakt. Dus zal het hier betekenen geen kosten voor Ommen aan verbonden. Betreffende het alcoholgebruik van 16 tot 23-jarigen lazen we een opvallende stijging van de verwachte 22% naar 59% werkelijkheid. Dit verschil bleek te maken te hebben met de manier van bevragen. Evenals verschillen als het gevolg van nieuwe BBV-richtlijnen, mag dit soort verschillen wat ons betreft vooraf wel toegelicht worden. Dat er niet gezocht hoeft te worden. Wat dat betreft sluiten we wel wat aan bij wat de heer Middelkamp al opmerkte. Maar dan nog, we waren van plan om het percentage omlaag te brengen. En we zien een stijging. Dat die stijging in lijn ligt met de cijfers in Overijssel mag dan wel waar zijn, maar zegt ons niet veel. We hebben tenslotte onze eigen doelstelling. Naast het monitoren van alcoholgebruik trouwens, lijkt het ons ook goed om het middelengebruik, we denken aan softdrugs, te monitoren. Middelengebruik, met name onder jeugd, zouden we graag op gezette tijden op de agenda willen blijven houden. En wellicht is dit een agendapunt voor de komende klankbordgroep. Dan ga ik tenslotte over naar het raadsvoorstel. Een paar kanttekeningen bij het raadsvoorstel zelf. Op pagina 7 van het raadsvoorstel is te lezen dat we na een plus van 919.000 euro in 2016 een plus van 573.000 in 2017 hebben. Omdat het sociaal domein de nodige risico's kent, willen we niet alleen dat dit geld besteed blijft voor de zorg, en dat hebben we tenslotte ook met elkaar afgesproken, dus dat gaan we ook doen, maar ook dat binnenkort in de klankbordgroep is bespreken en graag dan bijpraten over de gang van zaken wat de transitie betreft en ook over het proces rond het beleidsplan Nieuw Nabuurschap, hoe je dat ook spelt. We weten dat vanavond alleen de behandeling van de jaarstukken en niet de besluitvorming plaatsvindt, omdat de accountantsverklaring dus nog niet volledig is. De fractie van de ChristenUnie kan alvast wel aangeven zich goed te kunnen vinden in de voorgestelde besluiten, in het besef dat het rekeningresultaat 2017 heel wat lijkt en dat ook is, maar tegelijk dat wij ook moeten weten dat we in de komende jaren behoedzaam hebben te investeren. Maar daarover overmorgenavond verder. Dank u wel. Meneer Moerman.
mag ik u het woord geven. Voorzitter, dank u wel. Jaarverslag, jaarrekening. Vorige week een mooie duidelijke uitleg gehad van de accountant. En waar gaat het nou eigenlijk om? Met jaarrekening gaat erom, hebben we nou goed begroot? Of hebben we voorzichtig begroot? Of heel pessimistisch begroot? En het blijkt dat we voorzichtig begroot hebben, dat het resultaat dus uitstekend is. En eigenlijk ook wat er ook staat in het accountantsverslag, dat de solvabiliteit, hè, dus het verhouding tussen het vreemdvermogen en het vermogen op de balans, dat zeer de goede kant op gaat. En wat dat betreft dus, ja, goed nieuws. En de heer Van Hoeren zei het ook al, er lijkt heel veel ruimte te zitten. Maar het vraagt om voorzichtigheid en dan gaan we volgens mij donderdagavond gaan we het daarover hebben. Daar gaan we uiteraard donderdagavond zeker nog over hebben. Even over het jaarverslag. We hebben eigenlijk een paar opmerkingen. Er staat heel veel tekst in. En in sommige gevallen zie je nou toch wel heel weinig tekst. Ik heb het even op bladzijde 75, het gaat over minimabeleid. Dat staat als doelstelling, wij ondersteunen inwoners met een laag inkomen financieel, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving. En dan staat erachter bij de uitkomst, ja, dat doen wij. Dat had iets uitgebreider mogen voor mij. De heer Middelkamp had een vraag over het verschil in het aantal bijstandsgerechtigden. Dat was rond de klop gevallen. En toen zagen we ook al dat de ChristenUnie daar ook een technische vraag over had gesteld. En blijkt dus inderdaad dat die ene een vergissing was. En dat volgens mij 216 het juiste aantal is. Er was nog een vraag van de heer Middelkamp over de jaarrekening. Maak het nou eenvoudiger, zodat je dat makkelijker kunt controleren. Gewoon in één kolom. Eigenlijk is wat u zegt, doe het een beetje zelfs met de begroting. Hè? In navolging van de commissie D-plaat die ook zegt, maak het nou voor elke inwoner van Ommen zo dat je iedereen kan zien waar zijn of haar geld aan besteed wordt. En als dat in de lijn is van wat de commissie D-plaat ook zegt, dan zeg ik dan bij u, dan ben ik daar helemaal mee eens. Er was nog een vraag van de heer Van der Moorden en die ging over breedband. Om eigenlijk te zien als een nutvoorziening, ja, ben ik mee eens. Om daar een onderzoek naar te starten, ben ik ook van harte mee eens. Voorzitter, dit was het. Dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman. Mevrouw Legas, mag ik u het woord geven? Voorzitter, leden van de Raad. Wij hebben weer de jaarstukken gekregen van 2017 en wil ook al eerst even de organisatie bedanken voor het beantwoorden van de technische vragen. Want dat geeft altijd weer verduidelijking daar waar de vraagtekens zijn. Wat niet wegneemt dat we daar meteen bij aansluiten bij de vraag die de VOV stelde over de leesbaarheid van de stukken in het kader van de getalletjes. Volgens mij loopt er al een hele tijd een afspraak dat we met een commissie uit de Raad daarmee aan de slag gaan om dit soort stukken wat beter te krijgen. En volgens mij hoort daar uw kaders rondom, hoop ik dat ik het weer goed zeg, overschrijding van de lasten en de doelmatigheid dan te toetsen, hoort daar ook bij. Volgens mij moeten we dat in één keer pakken en dat niet als twee aparte blokjes doen. Volgens mij hoort dat in zo'n commissie thuis om het helder te krijgen. Ik zou wel aan het college mee willen geven, en de rest zit hier ook al, dus dat gaat vast wel goed komen, om dat wel voor de begrotingsvergadering op orde te hebben, want dan kunnen we daar mooi mee oefenen. Als je naar de jaarstukken kijkt, dan willen we toch wel graag als VVD-fractie even terugblikken op het afgelopen jaar. Het is toch het laatste jaar geweest van de vorige coalitie, waarin we inderdaad nogal wat hectiek over ons heen hebben gehad rondom de wisseling van bestuurders, de nieuwe burgemeester en de ontvlechting van de BOH. Daar kunnen we niet omheen, dat heeft ons ook niet in de koude kleren gezeten, want dat heeft nogal dat betekent, zowel voor de Raad als voor het bestuur. En op deze plek wil ik toch wel heel graag, zowel het college, ja, waar ik dan zelf ook deel van uit heb gemaakt, dat is dan maar zo. Maar ook de Raad een compliment geven over de manier waarop we dat met elkaar hebben opgepakt om te komen tot weer een goede, stevige organisatie en tot een goed bestuurbaar Ommen. Dat wou ik toch niet onbesproken laten. Dan de bevindingen van de accountant die we van gehad hebben. Nou, er zijn een aantal zaken natuurlijk genoemd. De aanbestedingen kregen een pluimpje. De grondexploitatie is op orde. En de voorzieningen voor de Rotbrink waren zelfs aan de hoge kant. En sinds vandaag zijn ze nog een beetje te hoog. Dat betekent gewoon dat we op koers zijn. En daarom ben ik ook nog steeds benieuwd, meneer Bongers, naar die 1 miljoen die u nog kwijt was tijdens het verkiezingsdebat. Heeft u ze nu teruggevonden? Dat hoor ik er graag.
Misschien een tweede termijn. Maar we waren het niet eens tijdens de verkiezingsdebatten. Toen hadden wij ook al lovende berichten over de begroting. Maar toen kreeg ik voor 3 stuiver terug van u dat ik 1 miljoen verduisterd had. Of het college. Of dat was weg. En hoe zat dat nou? Maar u heeft waarschijnlijk inmiddels daar antwoord op. En dan hoop ik dat we die nog van u krijgen. Want dan snap ik het ook. Want ik was in de veronderstelling dat het allemaal netjes klopte. Goed, dan gaan we nu eventjes naar de toekomst, want er zijn aandachtspunten natuurlijk door de accountant genoemd. En die zou ik heel graag, onze fractie heel graag ook alvast vertaald willen zien in de begroting 2019. Dus dat die ook expliciet aandacht gaan krijgen in de aanbiedingsbrief rondom de begroting van 2019. Want dan zijn we er weer attent op en alert op en eventueel met de noodzakelijke maatregelen. Even kijken. Dan hebben we nog wat inhoudelijke puntjes die gewoon politiek zijn. Ten eerste de versnellingsagenda van wonen. Dat is een hartstikke mooi concept. We merken ook dat er goed gebouwd wordt in Ommen. Mevrouw Legas, welke aandachtspunten? Kunt u even de aandachtspunten van de aandachtspunten van de, oh sorry, van de accountant. Ja, dat is terecht. Het borgen van de verbetering rond inkoop, ontwikkeling in sociaal domein en de effecten rondom vlechting. Dat waren de 3 aandachtspunten die de accountant ons heeft meegegeven. Maar terecht vraagt u de aandacht voor, want de luisteraar, de kijker wil ook weten waar het over gaat. Ik kom terug op de versnellingsagenda wonen. Dat is een hartstikke mooi initiatief. En we zien ook om ons heen in Ommen dat er goed gebouwd wordt. En dat de mensen weer een plekje kunnen vinden. Maar wij blijven aandacht vragen, u kent mijn stokpaardje, voor de markt. Dat er ontwikkelingen kunnen zijn die om snelle besluiten vragen. Ik heb al eerder aandacht gevraagd voor de tiny houses. Dat was toen lastig met de vesten. Maar inmiddels heeft de vesten laten zien dat ze ze in Dedemsvaart gaan kunnen plaatsen. Dan mag het ook geen probleem meer zijn voor Ommen. Want wij zitten met dezelfde organisatie. Sterker nog. Die zetelt in Ommen. Dan even de bereikbaarheid. Vanzelfsprekend wordt de verkeersvisie uitgebreid besproken en benoemd in het jaarverslag. Uit ervaring wil ik er graag eentje aan toevoegen. En dat hoeft u verder geen antwoord op te geven, maar ik zou toch wel graag hebben dat er aandacht op komt bij het vervolg. Misschien al bij de kaderbrief of richting de begroting. Ik heb proefondervindelijk nu een aantal keren mijn auto expres aan Ommen Oostkant geparkeerd om naar het centrum te gaan. Nou, de looproute daar naartoe, en volgens mij heb ik het ook met leden van het college tijdens Koningsdag dat nog gewandeld. Het was nog rustig, maar het is een crime om daar over te steken naar het centrum. Dus graag aandacht daarvoor dat die looproute veilig is en doelmatig. Dan nog het verkeer Vechtkade. Ons bereiken steeds meer geluiden vanuit de Vereniging van Eigenaren dat we nog steeds niet voldoen aan de richtlijnen die we zelf hebben afgesproken met de 4000 verkeersbewegingen op die Vechtkade. Voor de zomer is ons toegezegd dat er maatregelen getroffen worden om de voorrangspositie daar ook te effectueren die we met elkaar hebben afgesproken. Dat zal zeker soelaas bieden, maar wij vragen toch blijvend aandacht daarvoor, want we hebben het uiteindelijk met z'n allen toegezegd. Dan de zorg en welzijn. De Partij van de Arbeid met het voorbeeld van ja, dat doen wij. Nou, bij de technische vraag heeft u kunnen zien dat wij diezelfde vraag hadden gesteld. Ik wil hem nog graag eventjes een beetje uitbreiden, voorzitter. Want er staan ontzettend veel mooie initiatieven bij de doelstellingen. Wat gaan we doen op het gebied van zorg en welzijn? Hele mooie doelen worden er geformuleerd. Maar het zou toch ontzettend handig zijn om ook inzicht te gaan krijgen in de concreetheid van de behaalde doelen. Zo van, wat is er nou inmiddels behaald van de doelen die we ontstellen? Dus meer dan alleen maar zijn we mee gestart of wordt mee gewerkt. Zoals mevrouw Bakeler altijd vaak zegt, en ik herhaal u toch maar even, de nulmeting. Ja. Waar kwamen we vandaan en waar gaan we naartoe? Want we moeten wel trots zijn op het programma, dat wil ik niet onder stoel of banken steken, want ik denk dat we als gemeente Ommen hebben laten zien dat we heel wat al hebben opgepakt in die tijd. Duurzaamheid, ja, jullie voelen hem waarschijnlijk al aankomen. Ik ben reuze benieuwd hoe duurzaam de carousel nu gaat worden. De pelletkachels gaan. Pellets mogen niet, heb ik begrepen. Er is geen raadsmeerderheid voor. Dus ik ben ontzettend benieuwd, voorzitter, wat voor initiatief daar nu genomen gaat worden. Want duurzaam moet die worden, want we motten van het gas af. Dan ten aanzien van de, daar heb ik nog verder niemand over gehoord, maar daar wil ik toch even een aandacht voor vragen. Er staat een overzicht van de moties in het stuk en wij weten best wel hoe dat gaat. Maar ik denk voor de lezer in Ommen is het een beetje vreemd om bijvoorbeeld te lezen een motie van de Schuringstraat Julianastraat uitgevoerd. Huh? Ik heb nog niks gezien op die kruising. Gasvrije publieksbalie, uitgevoerd, staat er achter de motie. Hoezo? Waar? Dus volgens mij moet je dan met de terminologie even uitkijken en gewoon zeggen van is in voorbereiding of zijn we mee aan het werk. Maar pas op met die kreten van uitgevoerd in dit soort teksten. Dan heb ik nog een, even kijken, een
kleine opmerking. Wij sluiten ons natuurlijk aan bij de rest die zeggen van we stellen hem pas vast als het verslag van de accountant compleet is. Dit is dan de kennisname, maar dan heeft u in ieder geval onze opmerking al. Maar we hebben hem mooi wat overgehouden. Oh, ik moet nog antwoord geven op vragen. De ChristenUnie wijst er ook al op. En nee, wie was dat net nog? Behoedzaam zijn met de resultaten. Nou, terecht, dat moeten we altijd. Daar gaan we het inderdaad nog over hebben. Maar de behoedzaamheid, voorzitter, die gaat toch niet zo ver dat er nog steeds twee bordjes op de tafel staan met papiertjes geplakt van meneer Mars en meneer De Ruiter. De rest heeft allemaal keurig netjes de bordjes. Er is vast nog wel ergens een potje die ervoor kan zorgen met zo'n begrotingsresultaat dat er fatsoenlijke bordjes kunnen staan. En ik hoop ook voor de plaatsvervangende commissieleden. Nog een antwoord op de vragen van de ChristenUnie over breedband. Nou, wij wachten nog steeds met smart. Het is inderdaad een nutsvoorziening. Ze zijn aan het graven in de buurt. Het moet er allemaal nog aangesloten worden. Maar ik ben met u van mening dat het belangrijk is om in beeld te hebben wie zijn nou degene die de dupe zijn geworden van beleidkeuzes. Want het is inderdaad een nutsvoorziening en iedereen hoort gewoon op glasvezel aangesloten te zijn. En dan kunnen we trots zijn op Overijssel, maar laten we in vredesnaam trots zijn op Ommen. Dank u wel, mevrouw Lagas. Ten aanzien van de bordjes kan ik u melden dat er al opdracht is gegeven om tot nette bordjes te komen. Ja, dat heb ik vastgesteld, maar deze gaan we ook regelen. Ja. Oké. Meneer Remmers, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ook de LPO heeft uiteraard het jaarverslag 2007 goed bestudeerd. En dat viel soms niet mee, want het was best een dikke pil. En of dit de bedoeling is, kunnen we ons op een ander moment afvragen. En naar de toekomst toe wil de LPO graag nadenken over een andere systematiek. En ik hoop dat ik hiermee ook enigszins antwoord heb gegeven op de vraag van de heer Middelkamp. Maar in grote lijnen kunnen we stellen dat er veel gerealiseerd is. Maar dat Ommen nog niet af is. Waar aan de ene kant zaken zijn opgepakt en gerealiseerd, komen er weer nieuwe punten bij op de politieke agenda. En we hopen uiteraard dat het nieuwe college in samenwerking met de ambtenaren weer voortvarend aan het werk zal gaan om Ommen nog mooier te maken dan het nu al is. Een inclusief Ommen. Maar gekeken naar de diverse onderwerpen kom ik tot een aantal constateringen en vragen. We constateren dat de Raad het gemeentelijk participatiebeleid goed heeft opgepakt middels het Ommerpodium en de totstandkoming van het inspiratiedocument Hou vast voor de toekomst. Maar daarnaast constateren we ook dat het participatiebeleid toe is aan een volgende stap. Een stap waarbij de regie nog meer bij de inwoners komt te liggen en de overheid nog meer dienend en faciliterend zal moeten zijn. Geen gemakkelijke stap voor zowel inwoners als overheid. We hebben hoge verwachtingen op dit terrein voor de komende 4 jaren, zowel van ons als raad, als van het college en van de samenleving. Op het gebied van de dienstverlening wordt gemeld dat de gemeente behoort tot de top 3 grootste digitale stijgers. Een ontwikkeling die de LPO toejuicht, maar tevens blijft de LPO aandacht vragen voor inwoners voor wie deze ontwikkelingen te snel gaan. Er moet in onze ogen altijd ruimte zijn om maatwerk te leveren op dit terrein. En daar roepen we de wethouder dan ook graag toe op om deze mogelijkheid te behouden. Duurzaamheid wordt een groot thema voor de komende jaren. Wat de LPO betreft had dat al wat voortvarender gemogen de afgelopen jaren. Eerder hebben we al gesproken over gasloos bouwen en het verduurzamen van bestaande woningen. In het jaarverslag wordt aangegeven dat er een mogelijkheid is om hiervoor te lenen bij de gemeentelijke kredietbank. De LPO vraagt zich af tegen welke rentes dat kan gebeuren. Zeker gezien een eerdere discussie over rentepercentages bij het GKB. Wat betreft de afvalinzameling is de LPO blij met de resultaten in de tweede fase van omgekeerd inzamelen. Wel vraagt de LPO hierbij aandacht voor het illegaal dumpen van afval. Regelmatig zien wij berichtjes voorbij komen van politie op social media over illegale dumpingen. Graag zouden wij in de toekomst cijfers over dit fenomeen aantreffen in het verslag. De LPO vindt het ook erg belangrijk dat Ommen goed bereikbaar is en blijft. Er zijn al meerdere collega's die daar aandacht voor gevraagd hebben. Wat dat betreft hebben wij nog steeds zorgen over de consequenties van de opwaardering van de N340. Maar ook het Oost-Westverkeer blijft een lastig fenomeen. En we hopen dat de provincie oor en oog heeft voor onze zorgen. Zorg is er ook over de staat van onze wegen. Het is hier eerder de discussie geweest, maar volgens ons, de basis is niveau B en de beleidslijn IBOR. En daarover wordt gezegd, de beschikbare middelen voor onderhoud van wegen vragen een sobere inzet over de hele gemeente. De LPO heeft eerder aangegeven dat er wat ons betreft wel een schepje bovenop mag. De veiligheid zal dan niet in het geding zijn, maar inwoners en toeristen zien soms erg duidelijk dat er erg weinig onderhoud wordt gepleegd. Dus op korte termijn ziet de LPO graag dat een aantal slechte plekken direct worden aangepakt en het hele niveau omhoog gaat. Tot slot heeft de LPO op dit onderwerp nog 2 vragen, te weten, wat zijn de risico's voor Ommen van de ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad?
En, was al eerder een collega, wat is de laatste stand van zaken over de herinrichting van de Julianenstraat? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een bekende uitdrukking. Daarom is het van belang dat Omme de jeugd behoudt. Want omgedraaid zou het betekenen, zonder jeugd geen toekomst. Daarom is de LPO blij met ontwikkelingen rondom onderwijs en met name de aandacht voor preventie. De nota preventief jeugdbeleid is daar een goed voorbeeld van. Maar preventie is ook een belangrijk woord bij zorgzaam Omme. Belangrijk is hierbij dat iedereen mee kan doen aan onze samenleving. Daarom blijft de LPO het niet goed vinden en kwalijk vinden dat ondanks economisch herstel het aantal mensen in de bijstand toch is gegroeid. Los van de financiële gevolgen voor de gemeente gaat het vooral om het welzijn van mensen die het betreft. En graag ziet de LPO maatregelen op dit terrein. Recreatief Omme is een belangrijk pijler voor Omme. En er gebeurt al heel veel moois op dat terrein. Toch heeft het trendbureau niet voor niets aangegeven dat hier nog veel meer mogelijkheden zijn. Denk aan het aantal buitenlanders wat hier nog bijzonder laag is. En denk aan de bestedingen die nog beneden het gemiddelde liggen. En denk ook aan de werkgelegenheid in deze sector. Graag zien we daar een actieplan op komen. Op het gebied van sport heeft Omme het goed voor elkaar. Wel maakt de LPO zich zorgen over het structurele exploitatietekort van de carousel van 70.000 euro. Is daar niet iets aan te doen? En wat gebeurt er met het exploitatietekort na uitbreiding van de carousel? Wat betreft de jaarrekening tot slot vindt de LPO het verschil tussen de tweede bestuursrapportage en de uiteindelijke cijfers wel bijzonder groot. Dit komt met name door incidentele verschillen. Maar deze vertroebelen wat ons betreft wel heel erg het totaalbeeld. En in dit geval gelukkig voor 2017 in positieve zin. Maar het had ook andersom kunnen zijn. En dan staan we toch voor een onaangename verrassing. Kortom, voorzitter, er staat iets moois, maar het kan nog mooier. De parel van het Vechtdal moet nog maar een beetje opgepoetst worden. En in dat kader heeft de LPO hoge verwachtingen van het nieuwe college. We wensen hem veel succes. Tot zover. Dank u wel, meneer Remmers. Dan geef ik het woord aan meneer Mors. Dank u, voorzitter. En uiteraard ook dank mevrouw Lagasse voor bezorgdheid. We kijken naar het jaarverslag en de jaarrekening 2017. Dus we blikken eigenlijk een beetje terug. De toekomst, dat zien we over twee dagen nog wel. Maar als we terugkijken over 2017, dan viel mij en ons toch wel op de opmerking van de accountant. Dat er in het kader van de hardheidsclausule vaak niet aan ons eigen inkoopbeleid wordt gehanteerd. Er is uiteraard redelijk wat wisselingen geweest binnen het college, dus ik zou het graag weer willen opfrissen. We hebben destijds ook met elkaar afgesproken dat we regelmatig een rapport, een briefing zouden krijgen hoe het was met de inkopen binnen de gemeente. En ik zou dus ook het college willen vragen met nadruk om die afwijkingen op ons eigen inkoopbeleid door middel van de hardheidsclausule, om die ook in het verslag mee te nemen. Het liefst gekwantificeerd. Als we terugkijken in het jaarverslag, ik heb het al aangekondigd in de commissievergadering, dan staat er op een gegeven moment ook het parapluplan parkeren en met name in de Vlierlanden. Daar is gewoon geconstateerd dat dat niet helemaal voldoet. En de vraag van D66 aan het college is dus ook van, zal dat in de toekomst ook nog weer hersteld worden? De Varsenerdijk is al genoemd. Daar is al het een en ander gebeurd en er gaat nog het een en ander gebeuren. En wij zouden u dan ook graag willen vragen, doe het dan ook in één keer goed en dat we niet over anderhalf jaar weer hier staan en dat we vragen om nog meer maatregelen op de Varsenerdijk. Maar ja, laten we ook gelijk dat doen wat we hebben beloofd aan onze inwoners, het terugdringen van het aantal voertuigbewegingen op de Varsenerdijk. Ik ga niet herhalen wat anderen al hebben gezegd, hoewel wij uiteraard ook van mening zijn dat breedband een nutsvoorziening is. Uiteraard zouden we het graag willen inventariseren, daar gaan we dan ook in mee. Alleen de uitvoering daarvan zult u van D66 altijd merken dat wij het dan hebben over non-discriminatoire. Dus de gevolgen daarvan. En tot slot is ook al genoemd in de commissievergadering. Aan de ene kant wordt in het jaarverslag gesproken over een hondenbelasting die 10.000 euro extra heeft opgeleverd. En in de bijlagen, moties en abonnementen staat ook weer dat ene woordje uitgevoerd. En als ik rondkijk in de gemeente Omme en ik pak de nota
hondenbeleid erbij. En ik zie op de laatste pagina wat er allemaal gedaan zou worden op het gebied van hondenbeleid. Zoals hondenspeelveldjes, bankjes, bordjes en de optie dispensers. En daar hebben we dus niet voor gekozen. Die drie dingen die zien we gewoon niet terug. En dan is dus ook weer de vraag aan het college, is uitgevoerd? Zijn de plannen gemaakt of is ook daadwerkelijk de hele nota uitgevoerd? Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Mors. Mevrouw Bakelaar, mag ik dan u het woord geven? Ja, graag, voorzitter, want ik denk dat ik maar de rest van de vergadering blijf staan. Want het plakt zo op die stoel. En om nog een beetje normaal weg te komen was een hele opgave, zal ik u vertellen. Maar goed, dat even terzijde. Collega's hebben al een heleboel benoemd over die jaarstukken en het jaarverslag van 2017. Ik denk dat het goed is om niet een heel epistel naar voren, maar even naar achteren te doen wat ons betreft. En laten we bij de kern beginnen. Het CDA wil een inwonersjaarverslag of een burgerjaarverslag, zoals we dat vroeger wel hadden. Ik weet niet of dat jullie dat nog weten, maar toen hadden wij ook een heel mooi jaarverslag over wat is er nu eigenlijk gebeurd en wat zijn de maatschappelijke effecten voor u als inwoner. En ik denk dat de inwoners daar op zitten te wachten. En ik vraag me af of dat dit is, nou ja, Hilbert zei het ook al, de heer Moerman, dit is geen document voor inwoners. En ik denk ook niet voor ons als raad, als je alle pagina's bekijkt wat de heer Remmert zal zijn. Want het is inderdaad een dik pak. Ik wil mij beperken tot een paar inhoudelijke opmerkingen en procesopmerkingen. En de layout-opmerking heb ik al gemaakt. En ik zal ingaan op de reacties, althans de vragen en opmerkingen van de collega's. Mevrouw Lagas zei het al, het is inderdaad een bijzondere jaarrekening van de afgelopen periode, bestuursperiode. Ik denk dat er enorm veel werk is verzet door de ambtelijke organisatie. Dus dank daarvoor. Maar ook het college en wij zelf hebben er hard aan getrokken. Soms ook besluiten genomen waar we niet altijd even blij mee waren dat we ze moesten nemen. Maar wel genomen. En ik denk dat dat ook wel maakt dat als je nu kijkt naar de jaarstukken, dat de seinen wel op groen staan. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor Ommen en ook voor de toekomst van Ommen. Dus ik denk ook een pluim aan het college, want als je kijkt, het college uitvoeringsprogramma is ook uitgevoerd. Als ik dan moet gaan zoeken in het jaarverslag hoe dat dan precies is uitgevoerd, dan wordt het ingewikkeld. Maar als ik dan weer kijk naar de bestuursrapportages die we krijgen, die zijn overzichtelijk voor ons als raad, zeg ik dan maar even. Tegelijkertijd ook wel met de heer Bongers laatst nog over gehad van ja, maar hoe stuur je dan nu op deze verrassingen? En de heer Schelen, wethouder Schelen, zal dan zeggen, nou ja, maar dat zijn geen verrassingen, mevrouw Bakelen, want dat is allemaal ingecalculeerd in het beleid, hè, de verkopen van Rotbrink en noem het allemaal maar op. En we krijgen inderdaad allerlei circulaires en daar mogen we altijd op hopen op een positief resultaat. Maar uiteindelijk moet je wel kijken, hoe sturen we dan ook goed? Hoe kun je überhaupt sturen? En een plus in deze tijd is alleen maar goed. We moeten spaarzaam omgaan met onze centjes, want we zijn er nog lang niet. Maar duurzaam investeren is wel een optie aan het worden. En dat is interessant. Naast het sparen. Waar we ons qua inhoud zorgen over maken, ook als we kijken naar de antwoorden die we gehad hebben van het college, zijn toch het sociaal domein en de jeugdzorg. Dat zie je bij een aantal indicatoren. Collega's hebben het al genoemd, of het nu gaat om de alcohol of drugs of de cijfers vanuit de partijen waar we mee samenwerken. Dan krijgen we toch niet echt grip op de zaak, merk ik. En wij zelf als CDA hebben een vraag gesteld over de PGB bijvoorbeeld. Hè. Hoe wordt die nu benut, uitgenut? Kunnen we daar naar achter komen hoe dat dan precies zit? Want dat zijn wel belangrijke analyses. En dan merken we dat we toch daar onvoldoende op sturen. Dus ik denk dat de ontwikkeling, om maar eventjes toch een blik naar de toekomst, als je kijkt naar die big data, dat we dat echt scherp moeten gaan doen in de toekomst met elkaar. Om ook juist die jeugdzorg beter te kunnen controleren. Verrassend was ook de naberschapprojecten. Die worden heel mooi genoemd in het jaarverslag. En dan denk ik, goh, sommige wist ik volgens mij niet. Maar ik weet niet of dat de collega's dat herkennen. Een aantal hebben misschien wel voorbij zien komen op Facebook. Maar of dat nou gekoppeld was aan ons prachtige beleid van naberschap. Nou ja, dat is misschien een vraag aan de collega's. Misschien heb ik hem ergens gemist, maar ik had zoiets van, hé, een aantal kan ik niet direct zo 1, 2, 3 koppelen. Het is maar een kleinigheid, maar het gaat er even om hoe diep moet een jaarverslag voor ons dan ook zijn.
Misschien kan die dus op hoofdlijnen en dit soort zaken echt voor de inwoners. Want dat is natuurlijk fantastisch leuk om te melden wat we allemaal gedaan hebben op elk front. Ja, als CDA ook wat de VVD-fractie zegt terecht, die werkgroep. Die had ik ook nog op mijn lijstje. De werkgroep om verder die doorontwikkeling ook van de digitale begroting, digitaal jaarverslag, digitaal alles ook voor de inwoner, om die op te pakken. Naast dus het burgerjaarverslag of het inwonerjaarverslag, hoe we het ook willen noemen. Ik denk dat dat wel goed is om te kijken wanneer gaan we die ontwikkeling nou inzetten. Wanneer komen we bij elkaar als werkgroep. Mevrouw Legas die gaf aan van nou laten we dat dan maar deze begroting doen. Ik zou toch aan de wethouder willen vragen, is dat dan ook realistisch? Want volgens mij moeten wij dan nog bij elkaar komen. Ik weet ook niet of dat we dat Zaanstadmodel al nu... En hoe zit dat ook in het kader van toch wel de hele ontvlechting waar we ons in bevinden. Van hoe realistisch zijn bepaalde ontwikkelingen? En wat is ons wensenlijstje, wat is haalbaar? Dan kom ik volgens mij op de collega's. Ik zit even te kijken of ik iets genoemd heb. Nou, we waren trouwens heel blij met toch de bijdrage van de accountant. Die is toch altijd lekker compact en treffend. En ik was juist wel blij, de heer Mors, want u geeft wel aan van er waren een aantal zaken rondom inkopen die nog aandacht behoeven. Maar uiteindelijk rondom de rechtmatigheid was het voor het eerst in 2 jaar dat de accountant zegt, goh, nou, dat gaat de goede kant op. Dus daarvoor toch de complimenten, ook denk ik richting de organisatie en mooi om dat te zien. De collega's. Ja, die afwijkingen, de heer Middelkamp. Nou, een aantal collega's hebben het al gezegd, we zouden het in zo'n werkgroep weer kunnen geven. Maar misschien kan de heer Middelkamp in tweede termijn nog even daarop ingaan wat hij dan anders bedoelt dan een aantal zaken die we onder andere al bijvoorbeeld in het Treasury-statuut hebben staan. Of in al die andere statuten en overzichten, documenten die we op een gegeven moment afgelopen jaar hier langs hebben zien komen. Het vergt nu te ver, denk ik, voorzitter. Want ik voel zo'n vraag dat u nu aan mij gaat vragen, ja, welke bedoelt u, mevrouw Bakelen? Nou, dat weet ik ook niet allemaal meer, voorzitter. Maar ik hoop dat meneer Middelkamp mij wel begrijpt. Het gaat erom, we hebben heel veel financiële kaders en zo vastgesteld, waaronder ook het Treasury-statuut met alle andere bijbehorende zaken. Bedoelt u dat of bedoelt u nog meer de diepte in? Dat is misschien maar een detailvraag, maar sowieso kan het meegenomen worden in zo'n werkgroep, denk ik. Ik denk dat dat heel goed is. Waarbij we moeten uitkijken voor micromanagement, zou ik willen zeggen, maar ja... Ik denk niet dat dat de bedoeling is, zoals de heer Middelkamp dat althans bedoeld heeft. De ChristenUnie, de heer Van der Mooren, die vroeg inderdaad van hoe kijken we aan tegen de glasvezelvoorziening. Ik denk als CDA hebben we ook altijd gezegd, ja, dit is ontzettend belangrijk voor het buitengebied en dus ook echt een nutsvoorziening. Ik zou dan ook wel willen kijken van, goh, hoe kunnen we dit soort zaken in de toekomst ook nog beter doen? Want... toch even uit eigen ervaring putten, maar ook wel mevrouw Legas, die heeft daar natuurlijk ook mee te maken en heel veel inwoners. Je hebt nog geen glasvezel, het komt eraan, het wordt gelegd. En uiteindelijk ligt er al wel een factuur op je deurmat van de betreffende leverancier die zegt, oh ja, u heeft het nog niet, maar hier komt wel alvast de prijsverhoging van het maandabonnement. Misschien niet helemaal een opmerking voor hier op deze plek, maar ik kan me zo voorstellen, ik ben ook een inwoner van deze gemeente, dat is wel te kijken van wat is nou onze rol als gemeente? He, dus niet als raad, maar als gemeente. Hoe kunnen we dan zorgen voor de effectieve inzet van zo'n nutsvoorziening? Dus dit bedoelde ik even illustratief, dat het best frustrerend kan zijn voor inwoners. Van ja, maar wat is dan die raad? Wat doet die eigenlijk en wat doet nou een gemeente? Eens even kijken. Oh ja, en de heer Remmets die gaf nog aan over de Schuringstraat en de Julianastraat. Van goh, zijn de bewoners nou op de hoogte of wat is de stand van zaken? Maar we hebben wel begrepen dat de bewoners inmiddels op de hoogte zijn. Die zijn nadrukkelijk op de hoogte gesteld. En daar hebben we ook contacten mee gehad. Dus vandaar even in reactie op u. Nou, volgens mij is dat mijn eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Mag ik dan het woord geven aan wethouder Schelen? U heeft een hele lijst meegekregen, wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een hele lijst. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Allereerst, meerdere fracties hebben er al op gewezen. Eigenlijk is de kernboodschap van dit jaarverslag en deze jaarrekening dat we voorzichtig begroot hebben en een goed resultaat hebben behaald. Inhoudelijk hebben we inderdaad ook het nodige gepresteerd. En ik denk dat dat ook een compliment is aan de raad zelf,
die een aantal jaren consistent beleid heeft gevoerd. En het betaalt zich nu ook uit. En natuurlijk ook dank aan alle complimenten die gegeven zijn aan het ambtelijk apparaat, die inderdaad ook weer heel veel werk heeft verzorgd met deze stukken. Nou spreek ik over deze stukken. Dat is altijd toch een vraag van, goh, hoe ga je rapporteren? En de heer Middelkamp zette dat met name neer. Aan de hand van een aantal voorbeelden. Nou, kent u mij en de neiging is bijzonder groot om al die punten in te gaan. En dat ga ik dus niet doen. Dat is ook niet zijn bedoeling. Laat ik het kern pakken. Kijk, allereerst, een jaarrekening en een jaarverslag is een reflectie op een begroting. Dus als je op een bepaalde manier rapporteert in een begroting, dan mag je ook veronderstellen dat één op één op dezelfde wijze wordt gerapporteerd in een jaarrekening en een jaarverslag. Dat beperkt je dus in een jaarrekening en een jaarverslag in de opzet. Dat is één. De tweede is dat je allerlei comptabele voorschriften hebt van wat je moet melden. En dat is niet alleen voor u, dat is ook van belang voor onze toezichthouder, de provincie. Die twee tezamen zorgen ervoor dat in ieder geval de stukken luiden zoals ze luiden. Ik begrijp dat er een brede wens in de Raad is om toch nog eens even helemaal te kijken naar die opstelling van de stukken. En we hebben daar ook een afspraak over gemaakt. En dat betekent dus dat we in feite moeten beginnen bij de begroting. En mevrouw Legas vroeg er al om en mevrouw Bakelaar zei al van ja, kan dat nou allemaal? Ja, en daar zit precies ook mijn aarzeling. Kijk, als wij niet een ontwrichting van de BOA zouden hebben gehad, dan zou ik direct hebben gezegd, daar maken we prioriteit van en de komende begroting gaan we gewoon aan de slag. Maar ik stel ook vast dat juist de ontwrichting van de BOH een ongelooflijk beroep doet op onze financiële mensen. Het zijn dus een beetje dezelfde mensen als het ware die dit ook moeten voorbereiden. Kijk, wat we in ieder geval kunnen doen is begin van het komende seizoen in ieder geval een gesprek te hebben in de werkgroep van goh, wat in ieder geval nodig is en wat we in ieder geval kunnen doen. Er is al gesproken over het Zaanse model. Nou, er is al het nodige mogelijk, digitaal, om zeg maar een begroting digitaal op te zetten. Dat kan al en dat kunnen we zonder al te veel problemen doen. En dat kunnen we dan ook doorvertalen naar de jaarrekening. Een verdere inhoudelijke slag. Nou, ik denk dat we daar steeds moeten kijken van, goh, wat is nou realistisch om te doen en wat niet. Dat even in algemene zin. De heer Middelkamp had ook nog een aantal vragen over mantelzorg, buitenspelen en de vennootschapsbelasting. Nou, wat betreft de mantelzorg was zijn vraag van, ja god, die 30.000 is niet besteed. Dat is jammer. Maar hij begreep ook waarom dat was. Hè, omdat er ziekte was bij de initiatiefnemers. Ja, ik denk dat dat ook een beetje reflecteert van hoe wij gewoon in de wedstrijd staan. Op het moment dat er gewoon een uitstekend maatschappelijk initiatief is of actieve organisaties en die zijn bereid en in staat om iets te doen, dan willen we dat graag bij hen laten. En als het even niet kan, dat we niet direct als gemeente daaroverheen gaan en wij doen het dus wel. We kunnen ook af en toe even geduld uitoefenen. En dat moet misschien iets meer de leidraad gaan worden. Laten wij ook als gemeente op dat punt eens een keer rustig een pas op de plaats durven maken. En de burgers op het moment dat zij kunnen ook de gelegenheid geven. De subsidie voor het buitenspelen, ja, die is nog niet helemaal klaar. En dat heeft in feite dezelfde reden. Samenhangend onder andere met het speelplein van de Bernardusschool en andere. En we doen het natuurlijk op het moment dat het passend is. Maar we zijn het wel met u eens dat dit wel een prioriteit verdient. En natuurlijk gaan we in gesprek met al diegenen die daarbij betrokken zijn. Dan het punt van de vennootschapsbelasting. Dat is een vervelend punt. Dat ben ik met u eens. Het is heel spijtig dat de inspecteur niet bereid is om zijn gevoelen op dat punt te geven. Dus we moeten het gewoon doen met het moment dat hij vindt dat hij kan rapporteren. En dan zegt hij van, goh, hebben we daar nou een risico? Nou, ik denk het niet. En dat heeft een hele simpele reden. Kijk, vennootschapsbelasting betaal je over winst. En ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik zou heel veel vennootschapsbelasting willen betalen. Want dan weet ik dat ik heel veel winst maak. En dat is in Ommen wel eens anders geweest. Dus natuurlijk houden we rekening met als we verkopen,
op met woningbouw, als we de bedrijventerreinen afzetten, dat we ook een stukje weer aan de belasting moeten teruggeven. Maar de rest is winst en dat is goed. Ja, uw laatste punt was dat rechtmatigheidskader. Op zichzelf genomen kan dat. Maar het is ook al eerder gezegd in deze vergadering van ja, een jaarrekening is wel een laat instrument om te sturen. Kijk, als u echt wil sturen, dan is wellicht de begroting en ook een bestuursrapportage een meer geëigend instrument. Dat is één. Twee, als u dan aangeeft van goh, wat voor mogelijkheden zijn er dan, bijvoorbeeld de 20.000 euro overschrijding. Ja, dat klopt. We merken dat we bij de bestuursrapportage die overschrijding ook daadwerkelijk kan rapporteren. En dat is ook wel een moment waarop nog echt bijgesprongen kan worden. Dus alles kan, maar ik vraag me af of met dit item u bereikt wat u wil hebben. Dan de ChristenUnie. Ja, had een vraag met name naar de collega's over de breedband. Van, goh, kunnen we dat doen inventariseren? En is beantwoord, hè, door de, dus daar kan het college mee aan de slag. Ja, ik sta hier natuurlijk wat dat betreft een beetje op een bijzonder moment. Hè, want het college is demissionair. Dus natuurlijk zullen we alles noteren wat gezegd is. En daar zullen we zeker rekening mee houden. Maar het is heel ingewikkeld om op dit moment allerlei toezeggingen voor de toekomst te doen. Waar een volgend college aan de bak moet. Ik hoop dat hij dat begrijpt. Overigens ben ik het geheel eens met uw opmerking over de bekendheid van de vrijwillige ouderadviseurs. Hartstikke mooi initiatief. We hebben daar ook al wat extra aandacht gegeven in de Om en Nieuws. En we weten ook dat bij de Samen Doen team, dat steeds bij de keukentafel gesprekken wordt gemeld. Maar ook daar kan nog een extra slag overheen, absoluut. Ja, uw punt van de bemensing van het clean team, daar gaan we zeker mee aan de slag. En uw suggestie voor de nieuwkomers, dat lijkt ons een mooi idee dat we mee kunnen geven aan degene die dit najaar zal rapporteren. We hebben besloten dat er een projectontwikkelaar komt, een projectleider komt die even de organisaties langs zal gaan. En dan is dit denk ik een suggestie die we graag kunnen meegeven. De doorontwikkeling van het loket. U veronderstelde al dat het geen extra kosten voor Ommen zou zijn. Volgens mij is dat correct. Als dat echt niet klopt, dan kom ik daar schriftelijk nog op terug. Dan heeft u, en ook trouwens ook anderen, wel de aandacht gevraagd voor de stijging van het alcoholgebruik. En dat is inderdaad niet alleen maar, het leek nu wat excessief, hè, door de bevraging van de GGD. Je moet inderdaad vaststellen dat het alcoholvraagstuk nog steeds een vraagstuk is. En dat vergt inderdaad extra maatregelen. Het is inderdaad een landelijk probleem. Overijssel is daar ook helaas niet een goede provincie in. En Ommen is daar ook niet het beste gemeente in. Dus ja, dat zal zeker een punt zijn. En in de bestuursvergadering van de GGD zullen we dit ook aan de orde stellen. Om te kijken welke acties ondernomen kunnen worden. Uw punt over het middelengebruik kunnen we dan uiteraard direct ook meenemen. Dan was er nog uw suggestie om in een klankbordgroep het nieuw nabeschap terug te laten komen. En ook de kosten van het gehele sociaal domein. Lijkt me een uitstekende suggestie. Dan kan ik overigens direct ook mevrouw Bakelaar melden dat we dat al een keer gedaan hebben. En juist in die sessie van de klankbordgroep hebben we die 6 projecten uitgelegd. Maar daar kon niet toen niet bij zijn. Maar goed, laten we dat maar weer eens doen. Dan de heer Moerman. Ja, inderdaad, u heeft denk ik de kernboodschap wel te pakken. Voorzichtig begroot, uitstekend resultaat. Maar ja, er is nog wel wat te doen. Dus voorzichtigheid is noodzakelijk. Op het punt van het minimabeleid. Ja, waren we heel trots op dat we dat allemaal gedaan hadden. Ja, daar hadden we nou het punt. We hebben natuurlijk zeer onlangs het minimabeleid vastgesteld met elkaar. Dat was 2 maanden geleden, denk ik. En daar hebben we zeer uitgebreid over gesproken. Nou, en dat was de reden om in deze stukken die nog eens een keer uitgebreid op terug te komen. Zo simpel is het. Dan mevrouw Lagas. Ja, u had het dus ook al over die suggestie voor die financiële commissie. Nou, laten we dit na eens even kijken wat er precies kan. Maar nogmaals, graag wel enig begrip voor het feit dat onze financiële mensen, dat er erg veel van gevraagd wordt. Dan vraagt u van, goh, kunnen we de aanbeveling van de accountant meenemen in de begrotingsbrief? Uitstekende suggestie, want dat is eigenlijk bestendig beleid. Hè? En
daar hebben we ook belang bij. Dus bijvoorbeeld één punt, en dan kom ik ook bij het punt van de heer Mors. Inkoop gaat de goede kant op, maar het moet wel geborgd worden. Want als er een ontvluchting van de BOH is, ja, dan krijg je dus ook een aantal onderdelen vanuit de BOH van de inkoop natuurlijk op het bordje van de gemeente Ommen. Ja, dan moet je wel zorgen dat je in je rechtmatigheidslijn blijft. Dus ja, dat gaan we borgen. Het punt van het sociaal domein. Ja, wat de accountant erover zegt, daar zijn we in feite al jaren over eens. Dus daar gaan we zeker mee aan de slag, voor zover we het kunnen. Want het blijft lastig om de cijfers van de externe partners op tijd te krijgen. Daar gaan we dus niet alleen, helaas, over. En ja, we moeten wat met de ontvlichting, dat is ook wel duidelijk. Verder nog suggestie gedaan, mevrouw Legas, over de versnellingsagenda en de looproute van het centrum. Nou, het zijn een aantal politieke onderwerpen die ongetwijfeld terug zullen komen de komende tijd, zoals ook de vechtkade. Het punt van zorg en welzijn, de mooie doelen, en kunnen we daar iets preciezer worden op de nulmeting? Ik denk dat dat dus een heel mooi onderwerp is om eens een keer in de klankbordgroep, zeg maar, met u te wisselen. Want ook daar speelt gewoon van, goh, wat ga je wel rapporteren en wat niet. Hè? U gaf het zelf in feite ook als vraag aan. Dus laten we dat dan zo agenderen. En dan de duurzaamheid van de carousel. Ik kan u melden dat sinds gisteren ik diep van overtuigd ben dat de opwarming van de aarde ook in de carousel plaatsvindt. Het was bijna niet te harde tijdens de cultuurprijs. Het was wel een hele mooie avond. Maar dat we daar wat aan moeten doen, absoluut. De moties, ja, zijn die uitgevoerd? Ja, dat is inderdaad een kwestie van techniek. Inderdaad, de techniek is van als de motie zeg maar is aangenomen in de raad, dat het dan aan het college is om daar een plan voor te ontwikkelen en te doen uitvoeren. De feitelijke uitvoering is daarmee nog niet gerealiseerd, dus daar heeft hij allemaal gelijk in. Dus dat is een kwestie van verwoording en een afspraak hoe je dat verwoordt. Beide kan. Dan de bordjes, heeft de voorzitter al van gezegd dat het allemaal goed komt. Ik heb begrepen dat donderdag de bordjes ook wat worden verhangen, dus dat komt allemaal goed. De voorzitter heeft niet toegezegd dat de bordjes er donderdag al zullen zijn. Oh. Schelen, die laat ik dat in ieder geval toch wegnemen. Goed. Dan de heer Remmers. Ja, u denkt na over, wilt ook mede nadenken over een andere opzet. Hè? En nou ja, terecht dat ook hier heeft aangegeven dat er veel gerealiseerd is, maar dat het allemaal nog niet af is. Ja, het punt van de nieuw nabeschap heeft hij ook genoemd. Hè? Althans, zeg maar de volgende stap van de participatie. En ja, ik denk dat er geweldige kansen liggen in de verdere uitbreiding van het nieuw nabeschap. De nieuwe omgevingswet komt er ook aan. Dat zijn natuurlijk even zoveel participatietrajecten waar kansen zijn om op een andere wijze met burgers om te gaan. Ik denk dat dat zeker op de rol staat. Dan uw vraag over de digitalisering. Het moet toch ook mogelijk zijn voor mensen die niet handig zijn met de computer, dat die Ommen kunnen blijven bereiken. Dat is vast beleid van dit college. Volgens mij ook van de voltallige raad. Dus ik zie niet in dat dat zeg maar zal gaan veranderen. Ja, het lenen van de GKB. Ik heb u al aangegeven dat de kredietbank bereid is om zijn rentepercentage aan te passen. Dat betekent overigens wel dat u een rekening daarvoor krijgt, dat wel. Maar dat gaat tegen 5%. Dat zal het voorstel worden. Dus dat is wel een redelijk percentage. Het heeft wel een aantal gevolgen voor de gemeentelijke huishouding. En daar komen we nog met een voorstel bij u op terug. U wil ook nog een aantal resultaten zien, onder andere illegaal dumpen. Nou, dat nemen we graag mee. Bereikbaarheid, u heeft nog ook een aantal punten voor de toekomst neergezet. Nou, ik neem aan dat net eigenlijk als de suggestie van mevrouw Legas, er zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen die u heeft geagendeerd, die zeker ook de komende tijd aan de orde zullen komen. U vroeg naar de risico's van Lelystad. Lijkt me ook zo'n punt wat we een volgende keer eens even rustig moeten gaan bespreken. Het punt van de herinrichting van de Julianenstraat heb ik misschien al uitgelegd van hoe je dat moet verwoorden. Het is opgepakt. Ik kan u overigens melden dat er uitstekend gesprek plaatsvindt met de bewoners daar. En er komt dit jaar zeker resultaat. Ja, dan heeft u het punt gemaakt van de bijstand. En dat is inderdaad een van de elementen die ook het college wel zorg baart. Er is
best wel veel gepresteerd, ook door ons ATC-dienstenbedrijf, om mensen weer terug te brengen naar de markt. Er is best wel een behoorlijke uitstroom, maar we zien gelijktijdig dat er toch meer instroom is dan. Hè. Dus het cijfer, dat was ook even een item, hè. Het cijfer is inderdaad dat het aantal bijstandsrechtenaren stijgt. En dat is inderdaad iets waar we extra mee aan de slag moeten. U kent het KIK-project, hè, krachtig investeren in kansen. Nou, dat moet ons, hè, daar zijn we net mee begonnen, dat moet ons weer op het goede pad brengen. Nou, uw suggesties over recreatie, dat nemen we natuurlijk graag mee. Dan het tekort op de sporthal, de carousel. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat op het gehele gebouw is. Het is een kwestie van een berekening en men heeft het op de kostenpost van de sport gezet. Het had ook op het bedrijvengedeelte van de carousel kunnen rusten. He, want u weet het, we hebben daar ook de bibliotheek en we hebben daar het Vechtelcollege. Dat is een geheel. Maar dat we zeker moeten kijken naar die exploitatie, dat spreekt voor zich. Ik stel overigens vast dat tot nu toe de carousel voor een multifunctioneel gebouw het relatief heel goed doet. Dan heeft u het nog gehad over het verschil van de begroting en het totaalbeeld. Ja, en ook de algemene vraag die later werd gesteld. Ja, ik zit daar echt niet mee. Ik zit er echt niet mee. En waarom zit ik daar niet mee? Kijk. We hebben een verschil van 4,4 miljoen. En dat is natuurlijk veel. En wat is nou niet voorzien? Dat is 4,3. Dus het is 113.000 euro die wel voorzienbaar was. Nou, dat vind ik dus goed begoten. En het is inderdaad van doen met de grondexploitaties. En kun je die beter sturen dan? Nou ja, als je een ongehoord grote... ongehoord grote verkoop hebt... zoals van Tenax in december, ja, dan is het toch duidelijk dat je dat bij de beren van september, oktober niet meldt. Dus, ja, en de accountant heeft ook wel gezegd van, kun je dat iets beter sturen? Nou ja, kijk, hoe stuur je dan wel? Maar dat gaat langs een heel andere lijn. Kijk, u heeft aangegeven dat wij richting, zeg maar, de provincie onze voornemens waar moeten maken op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen. Nou, dat is natuurlijk het sturingsinstrument. Dat programma moeten we halen. En dat programma halen we. Ja, we halen het zelfs meer dan we het hadden bedacht. En dat is natuurlijk prima. En ja, kunnen we dat van tevoren bedenken? Nee. Dat is ook markt. Maar dat u kunt ons er wel op houden dat wij alles zullen doen om ons programma te halen. Dan de heer Moors. Nou, u had het over de inkoop. Ik hoop dat ik daar de vraag beantwoord heb als het gaat over inkoop. Het parapluplan parkeren, dat heeft u ook al eerder de aandacht voor gevraagd. Dat nemen we natuurlijk graag mee terug, ook in de uitwerking van de verkeersvisie. En het geldt natuurlijk ook voor de Varsenerdijk. Eén keer alles goed doen. Nou, ik neem aan dat de raadsbreed wordt ondersteund. Ja, ook u heeft gezien dat een aantal moties zijn uitgevoerd. Maar wat betekent dat nou? U had het treffende voordeel van de hondenbelasting. Er is dus nog wat te doen. Dat klopt, hè? Maar het college pakt het dus inderdaad wel op. Mevrouw Wakelaar. Allereerst, u heeft gevraagd om een burgerjaarverslag. Ik heb het even nagetrokken bij de nieuwe burgemeester, want normaal gesproken is het burgerjaarverslag een verslag wat de burgemeester uitbrengt. En hij is graag bereid om zeg maar, dat op te pakken. Ja, u heeft een duiding gegeven van de jaarrekening en nou, die onderschrijft het college van harte. Ja, ik heb toch ook iets gezegd over het sturen, hè, van de Grekse en wat iets meer zei. Misschien dat we daar in tweede termijn nog even op terug moeten komen. Ook u heeft de aandacht gevraagd voor drugs- en alcoholproblematiek. Ik heb daar, dacht ik, al het nodig over gezegd. Ja, en de jeugdzorg. Morgen hebben we weer bestuurlijk overleg over de jeugdzorg. En ja, we hebben natuurlijk wel wat zorgen over de weinig voorspelbaarheid ervan. Hoe je het ook went of keert, de jeugdzorg is een open einde regeling. En we hebben het ook niet alleen maar in de hand als het gaat om de toegang. Want het zijn bijvoorbeeld ook huisartsen die rechtstreeks zeg maar, kunnen initiëren en ons zeg maar, de rekening kunnen doen, verzorgen. Dus dat moeten we wel blijven beseffen. Ik stel overigens wel vast dat wij de jeugdzorg afgelopen jaar uitstekend hebben begroot. Dat is toch weer mooi. Maar ik zeg er direct bij, als je dan 3 jongeren erbij krijgt die in een gesloten situatie moeten zijn, dan weet je direct weer dat je extra aan de lat staat. Dus... Het blijft een precair balans. U had het over de nabeschapprojecten. Ik hoop dat ik daar het nodig over gezegd heb. De werkgroep Financiën. En ik hoop dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Voorzitter, tot zover. Dank u
wel wethouder Schelen. Dan geef ik graag de ruimte aan de raad voor het debat onderling. Wie mag ik het woord geven? Meneer Mors, mevrouw Lagas, meneer Middelkamp, wie nog meer? Niet. Dan geef ik graag als eerste het woord aan meneer Mors. Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen en ook de opmerking van mevrouw Bakelaar dat we inkoop zo netjes rechtmatig hebben gedaan. Ja, dat is ten opzichte van de Europese regelgeving. Maar het is niet ten opzichte van ons eigen inkoopbeleid en dat is ook regelgeving. Daar moeten we ons net zo goed aan houden. Dus wat dat betreft wil ik het graag ietsjes nuanceren. En uiteraard ook met inkoop hoef je niet alleen maar rechtmatig te zijn, maar ook doelmatig. Je kan innovaties ermee stimuleren, et cetera, et cetera. Dus er zit gewoon veel meer achter dan uitsluitend de rechtmatigheid. En de vraag aan het college was met name ook om in de rapportage daar ook rekening mee te houden. Tot zover inkoop. En dan was de heer Remmers nog met een vraag over Lelystad. En daarover, ik weet niet in hoeverre het bij iedereen bekend is, morgen zal er een belevingsvlucht plaatsvinden met een Boeing 737. Zij het wel een hele moderne, dus een hele stille. Zonder passagiers, dus ook nog een lichte versie. Dus het zal niet het uiteindelijke resultaat geven. Maar er zal een belevingsvlucht plaatsvinden van en naar Lelystad over al de aanvliegroutes die er tot op heden bekend zijn. En ik zou zeggen, ga lekker buiten staan en ga meeluisteren. Ja. Dank u zeer. Het is de hele dag. Ze beginnen geloof ik om 10:00 ochtends en gaan tot 8:00 door of zo. Meneer Mors, de oproep wordt van harte ondersteund. Mevrouw Lagas. Voorzitter, ik had nog een vraag aan de LPO, die is nog niet beantwoord. Ik ben zo benieuwd waar die miljoen gebleven is. Maar het mag ook schriftelijk. Daar heb ik geen... Het kan een ingewikkeld antwoord zijn, dus u mag het mij ook op schrift doen toekomen, hoor. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nog even een reactie op het voorstel van de ChristenUnie in het kader van het onderzoek van de glasvezel. Terwijl we het erover hadden, bedacht ik mij in één keer dat we wel twee categorieën moeten onderscheiden. Want er is natuurlijk een gebied waar wel de hoofdleiding wordt aangelegd, maar waar partijen hebben besloten om niet mee te doen. Maar ik neem aan dat u de gebieden bedoelt die niet eens een hoofdleiding krijgen. Want die hebben niet eens de keuze of ze mee willen doen, ja of nee. Volgens mij bedoelt u dat in beeld brengen. Want het lijkt mij niet nodig om in beeld te brengen mensen die niet mee willen doen. Want dat is gewoon een vrije keuze geweest. Meneer Van der Moor. Ik wilde alleen maar zeggen dat het volstrekt correct is. Wat dat betreft zijn we ook zo liberaal als maar zijn kan. Ik wist het, meneer de voorzitter. Ik wist het. Ik ken meneer Van der Moor al zo lang. Het verbaast mij voor geen meter. Nog even een grapje, want dat kan ik natuurlijk niet nalaten. Meneer Schelen, u had het over een motie over de hondenbelasting. Maar het was het hondenbeleid. Maar ik kan me voorstellen dat u iets meer bij het bestuursakkoord zit dan bij de jaarrekening. Dus dat zei u vergeven, maar het is natuurlijk wel zo. Dan nog even uw opmerking over, en ik weet niet hoe anderen erover denken. Eventueel kunt u erop reageren, maar ik vond uw oplossing heel charmant om aan te geven dat de resultaten van het minimumbeleid niet in het jaarverslag terugkomen, omdat er al eerder over bericht is. Maar het jaarverslag is natuurlijk wel het officiële document wat ook voor de burgers is. En dan wil ik wel meteen ook graag aansluiten bij wat mevrouw Bakelaar zei. Ik was hem ook al glad vergeten. Maar we hadden inderdaad een hartstikke leuk burgerjaarverslag altijd. Heel leesbaar. En dan snapte de raad het ook vaak veel beter. Ja. Dat was, nee, maar echt waar. Dat was een mooi initiatief. En even terugkomend op uw opmerking. En ik weet niet wat de rest daarvan vindt, maar ze kunnen er natuurlijk op schieten. Ik ben met u van mening dat het natuurlijk niet gewenst is om nu al de organisatie op te laden met een heel ingewikkelde structuur rondom SAANS-modellen en weet ik allemaal wat. Maar we kunnen wel vast de beweging maken vanuit de werkgroep. Want we hebben daar natuurlijk al 2 jaar over. Hè. Het moet natuurlijk wel een keertje gebeuren. En misschien is het juist nu het moment met een nieuw type organisatie en een nieuwe manier van werken van de raad. Beter betrekken van de burgers bij alles wat we willen doen en gaan doen. Om juist ook al vanaf het begin aandacht te hebben voor onze financiële cyclus en de verslaglegging daarvan. Ik zal echt niet vragen om nu al kant-en-klare programma's te hebben. Maar we zouden het mee kunnen nemen. En misschien is dat ook iets voor de september om te kijken hoe we dat gaan doen. En je kunt misschien iets in een schaduwzetting werken. Ik draag niks op wat niet haalbaar is, want het opzetten van die organisatie gaat vanzelfsprekend voor. Voorzitter, bedankt. Dank u wel, mevrouw Lagas. Meneer Middelkamp, mag ik u het woord geven?
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst hartelijk dank aan de steunbetuiging van de fractie van de VVD. En zo ook een aantal anderen die gereageerd hebben op de vraagstelling. Even geteld geeft aan dat er een meerderheid, en niet iedereen heeft gereageerd, dus dat zou kunnen betekenen dat er nog meer zouden willen aansluiten. Een meerderheid vindt dat we deze vorm van verslaglegging elkaar niet langer moeten aandoen. En dat we zeker gebruik zouden moeten maken van de inrichting van een nieuwe organisatie. Met ook een nieuwe vorm van transparante, eenduidige, enkelvoudige verslaglegging. En dan laat ik de toelichting van de wethouder, geachte raadsleden, maar voor wat die is. Want natuurlijk is het zo dat er wettelijk gezien reglementen zijn waaraan we moeten voldoen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling om daar aan te tornen. Alleen dat moeten we onszelf als raad in dit gremium met de technische vraagstelling, et cetera, zie de eerste termijn niet langer moeten aandoen. Dan voorzitter, even kijken. Meneer Van der Moor, mag ik u het woord geven bij interruptie? Even in een reactie op wat de heer Middelkamp zojuist zei. Ik heb niet gehoord over iets wat in de plaats komt van. Maar ik heb juist een aanvulling gehoord. Een makkelijker leesbaar verslag. Maar wel degelijk met een standhouding van de opzet zoals die nu ook is gepresenteerd. Meneer Middelkamp. Als het zo is dat de huidige vorm voor externe berichtgeving een noodzakelijk kwaad is, dan zij dat maar zo. En dan hebben we een raadsaccountant die daar wel of niet een zegen over uitspreekt. Maar we moeten het ons zelf in dit gremium niet willen aandoen. En dan zou een burgerjaarverslag, jaarrekening, die wel goed leesbaar is en die wel voldoet aan, zoals in de eerste termijn betoogd, daar een heel erg helpende hand bij kunnen zijn. En dat is nou precies iets wat in die commissie, die hopelijk snel van start gaat, zou kunnen worden bediscussieerd. Evenals, om daar een vervolg aan te geven, de richtlijn voor de overschrijding van de begrote lasten. Want de wethouder heeft weliswaar daar antwoord op gegeven. Maar de vraag was niet aan de wethouder gesteld. Het was een technische vraag, die is technisch beantwoord en die legde de bal terug bij de raad. Dus dat was eigenlijk een overbodige. Een andere vraag is niet beantwoord, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Meneer Van der Moor, ik zie dat u hierop wilt reageren, bij interruptie. Ik wil daar inderdaad op reageren. ik heb het hele verhaal niet nodig. Mij ging het alleen omdat ik niet de ChristenUnie ook deelgenoot wil laten zijn van het vervangen van het verslag. En u sprak zich wel in die zin uit. Dus vandaar dat ik reageer dat het verslag zoals nu is aangeboden, dat die opzet intact blijft. Waar we het uiteraard wel mee eens zijn, is een leesbaarder verslag voor de bevolking. Klaar, punt uit. Eens. Meneer Middelkamp, gaat u verder. Dank u wel. Dat brengt me, en daar gaf ik al een korte hint naar, dat is niet iets voor de raad, maar we hadden een aantal vragen gesteld, waaronder een onderbouwing van een bedrag. Dat hebben we naderhand nog toegelicht en die beantwoording is niet gekomen. En daar kan ik de overige raadsleden wel een vraag over stellen, maar de vraag was in de richting van de wethouder en ik zou het heel erg waarderen als daar alsnog een antwoord op komt. Dan voorzitter over de VPB. Het is fantastisch dat de wethouder naar de toekomst kijkend aangeeft dat het heel mooi is dat we heel veel winst maken en dus ook wat meer belasting moeten betalen. Maar dat is eigenlijk, en dat zeg ik dan maar in de richting van de raadsleden, niet de strekking van de vraag geweest. Want we hebben immers over het jaar 2016 uitstel gevraagd voor de definitieve aanslag, hè, die behelst de 62.000 euro, een uitstel gevraagd. Dus het ligt niet aan hoeveel winst en hoeveel verlies, maar we krijgen pas de definitieve aanslag op een later moment. Dat geldt evenzo voor 2017. En we hebben de winst, hè, dat hebben we allemaal in de jaarrekening kunnen zien, die hebben we genomen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Hè. We hebben de reserves weer wat solider kunnen maken. Maar de aanslag die dat tot gevolg heeft, omdat we die winst gemaakt hebben, die is in eerste instantie begroot op pak en beet 45.000 euro. En die gaat dat bedrag dus ver te boven. En dat houdt in dat we daar wel degelijk een financieel risico zouden kunnen lopen. En ik begrijp dat de wethouder daar geen antwoord op kan hebben. Maar misschien dat we met elkaar in deze raad kunnen afspreken dat we daar kritisch op zijn. En in de gaten houden dat er dus qua VPB nog een negatieve aanslag zal kunnen verschijnen.
Dan even kijken, voorzitter. Ja, mantelzorg. We zijn het er, dacht ik, wel over eens met z'n allen dat dat een cruciaal onderdeel is om de zorg binnen het sociaal domein op niveau te houden. En de inbreng was dat we een te grote afhankelijkheid hebben gecreëerd van een te klein burgerinitiatief. Met als gevolg dat we dus niet zijn toegekomen aan het ondersteunen en belonen van mantelzorg. En dan kan je natuurlijk wel zeggen van ja, als er onverhoopt wat tegen zit, dan moet je maar even pas op de plaats maken. Maar de VOV-fractie stelt zich op het standpunt dat uiteindelijk de gemeente verantwoording draagt voor dit belangrijke punt. En dat we daar niet uit de burger de dupe van kunnen laten worden. En zeker niet de mantelzorgers. Dus we houden een heftig pleidooi. En ik hoop dat u dat met ons eens bent. Om voortaan die afhankelijkheid voor zo'n belangrijk onderwerp fors te verkleinen. En daar waar nodig in te grijpen. En dus geen pas op de plaats te maken. Maar de mantelzorgers te ondersteunen. Daar waar we vinden dat dat zo belangrijk is. Mevrouw Bakelaar, bij interruptie. Nou, dat onderstrepen we van harte, meneer Middelkamp. Maar heeft u ook eventueel gegevens van de Mantelzorgadviesraad in Ommen hierover? Zijn er signalen bijvoorbeeld gekomen? Of zijn er zaken die we dus beter moeten oppakken vanuit hun signalerende rol? Waardoor we dus die financiën in kunnen zetten? Dat is even een vraag voor de toekomst, hè? Want vanavond kunnen we niet alles oplossen, maar... Ja. Ja. Ja, bedankt voor de vraag. We kennen wel degelijk signalen van mantelzorgers die overbelast zijn, dan wel overbelast dreigen te worden. En daar zou iets van respijtzorg op een proactieve manier ingezet moeten kunnen worden. En we kennen de signalen, en dat is geen nieuw geluid overigens, van een grote groep mantelzorgers die erg teleurgesteld is over het mantelzorgcompliment, zoals dat de afgelopen jaren in de vorm van een etentje samen met wat zorgverleners. Ik maak het misschien een beetje te klein, maar zo kwam het wel over en zo is dat gevoeld. Terwijl vele mantelzorgers waarmee ik contact heb gehad, of onze fractie contact heeft gehad, heel graag een andere vorm van bijdrage zouden willen. En het voert misschien nu wat te ver wat dan allemaal de reacties zijn, maar daar is dus te winnen. En we zijn het gelukkig eens over het feit dat mantelzorg een heel belangrijk onderdeel is van het bieden van accurate zorg. En dan moeten we dat niet in grote afhankelijkheid van een enkel individu, met alle respect en de goede bedoelingen, daar gaat het helemaal niet om, moeten we dat als gemeente niet afschuiven en dus geen pas op de plaats maken. Even kijken, voorzitter, want het waren veel dingen. Oh ja, de vraag van de ChristenUnie over de inventarisatie van de bandbreedte. We waren de eerste in de eerste termijn, dus we hebben daar niet op kunnen reageren. Dat doen we alsnog. Het is een sympathiek idee en we ondersteunen natuurlijk een zo breed mogelijke toepassing van bandbreedte in de volledige gemeente Ommen. Maar we zouden, en dat is waarschijnlijk in lijn met wat de fractie van D66 zei, maar die had daar een heel mooi deftig woord voor. We zouden heel erg voorzichtig moeten zijn met het managen van de verwachtingen. Want als je gaat inventariseren, dan zou dat zo hier en daar, zeker in de buitengebieden waar noden bandbreedte gemist wordt, zou dat een verwachting kunnen wekken van er wordt gekeken en er wordt onderzocht waar het nog niet is. En dan krijg je misschien wel het idee dat dat op korte termijn aangelegd gaat worden en dat... Verwachtingsmanagement lijkt ons heel erg belangrijk en voor de rest een goed idee om op te pakken. En ik denk, voorzitter, dat onze reactie is en houden we nog steeds te goed een onderbouwing die is toegezegd en dat is weliswaar technisch, voorzitter, maar het is niet anders, want dat is ons beloofd en niet tot ons gekomen, de verklaring van en de onderbouwing van het bedrag van 597.000 euro, zeg maar een kleine 6 ton, die in de lasten van het programmaonderdeel Interactief Ommen niet zijn verklaard. En daar stellen we wel degelijk prijs op. En dat is het, voorzitter. Dank u wel, meneer Middelkamp. Kijk voor de zekerheid nog even de kring rond. Nee. Ik zal proberen om de opbrengst van uw bespreking te verzamelen. En daar wil ik vooraf één opmerking maken. En dat gaat over de discussie die u heeft gevoerd over jaarverslag, begroting, alternatieve vormen daarvoor en wie die zou moeten vaststellen. Het is een verantwoordelijkheid, niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een bevoegdheid van de Raad om begroting, jaarverslagen en wat iets meer zijn en ook rekeningen vast te stellen. Die verplichting kunt u niet vervangen door een burgerjaarverslag.
Dus ik heb wel behoefte om die kanttekeningen te maken. Daar komt u echt niet vanaf als raad, moet ik u eerlijk zeggen. Dat neemt niet weg dat, dat heeft de wethouder toegezegd, dat het goed lijkt om, bij de start van het seizoen heeft hij gezegd, te starten met de financiële commissie. Om te kijken wat is er op dit moment echt heel noodzakelijk om verantwoording wat, want daar sprak u over, maar dat begint natuurlijk bij de begroting, om een aantal eenvoudige aanpassingen te doen met die kanttekening die de wethouder heeft gemaakt. En dat ondersteun ik zeer, dat de BOH-organisatie en met name de zeker ook de financiële afdeling, dat er een groot beroep op wordt gedaan op dit moment. En dat we ons dus moeten matigen in onze verwachtingen. Op dit moment, verder hebben we afgesproken dat er een burgerjaarverslag zal komen. Die toezegging is vanuit zelfs dit college nog gedaan. Dan hebben we toch nog een toezegging gedaan, wethouder. Een aantal politieke inhoudelijke thema's, daar heeft de wethouder van vastgesteld dat dat goed is om die in een nieuwe, nieuwe collegesamenstelling al dan niet op te pakken. Dat is dan aan het nieuwe college, denk ik. Er is een vraag gesteld door de ChristenUnie-fractie over de breedband. Of er draagvlak is om de behoeften in beeld te brengen. Waarbij de verwachtingen natuurlijk goed moeten worden gemanaged. Daar heeft u reactie van de collega's op gekregen. Dat lijkt mij, ik ben dat u daarmee uit de voeten kunt. En tot slot is er nog een vraag blijven liggen over 600.000 euro gesteld door de heer Middelkamp namens de VOV-fractie. Daar zal nog een schriftelijke beantwoording op komen. En ik denk dat we dan daarmee de opbrengst van deze bespreking hebben vastgesteld met elkaar. En ik stel vast dat wij niet overgaan tot een besluitvorming op dit moment. Wij hopen dat op 21 juni te kunnen doen. Want de totaal accountantsrapportage is nog niet beschikbaar. En dat sluit dan ook mooi aan bij de vraag die de heer Middelkamp heeft gesteld. Dus ik rond nu de behandeling van dit agendapunt af. En ik ga met u door naar agendapunt 14. Aanbiedingconcept, conceptjaarstukken 2017 BOH en de conceptbegroting 2019 voor de bestuursdienst. Wie van u mag ik het woord geven? Niemand. Dan is dat vastgesteld. Dan kom ik bij de opdrachtverlening Nieuwbouw Sporthal Ommen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Middelkamp. Meneer Van der Mooren. Dat is het. Dan begin ik bij meneer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VOV-fractie wil graag inzoomen op het proces aangaande het voorliggende raadsvoorstel. In het raadsvoorstel gaat het om een btw-tegenvaller van 280.000 euro. Ook is er te lezen dat er uit de aanbesteding maar één aanbieder is gekomen waaruit gekozen kan worden. Deze aanbieder wil het werk doen voor 2 miljoen exclusief de btw. En daarnaast wil deze aanbieder het jaarlijkse onderhoud doen voor een bedrag van 368.000 euro. En dat is een bedrag, voorzitter, waar onze fractie bijna van onze stoel viel. Helaas, voorzitter, hebben we geen financiële paragraaf gezien in het voorstel. We hebben geen risico gezien. En we wilden toch wel graag weten wat dat verhoogde krediet ons zou gaan kosten. We hebben in ons geheugen gezocht, voorzitter, en vastgesteld dat zo'n anderhalf jaar geleden er een besluit is genomen in deze raad over een sporthal ten bedrage van 3 miljoen euro, om en erbij. En dat betreft dan de drie zaaldelen onder één dak. Als er een aanbieder is die dat voor 2 miljoen exclusief de btw wil doen en je telt daar voor het gemak even 4 ton bij op, dan kom je op 2,4 miljoen. Als je dat afzet tegen 3 miljoen, zoals dat is begroot en is krediet voor is vastgesteld, dan blijft er 6 ton over en daar kan je met het grootste gemak 280.000 euro uit financieren, dachten wij. Maar of we daar het bij het goede eind hebben en nadien heeft ons een financieel staatje bereikt wat misschien wel ander inzichten geeft, dat was maar zeer de vraag. En wij zouden graag van de wethouder willen weten in hoeverre er nou daadwerkelijk een overschrijding is van die 3 miljoen en of dat dan ook daadwerkelijk ten bedrage van 280.000 euro is en wat dat ons naar de toekomst toe gaat voor ons gaat betekenen. En ik realiseer me, voorzitter, dat dit technische vragen zijn, maar dit stuk
is niet behandeld in de commissievergadering. Het is met stoom en kokend water tot ons gekomen. En we hebben dus grote schrik gehad van het onderhoudsbedrag, van de enkele aanbieder, van de overschrijding. En we dachten eigenlijk valt het wel mee, kan dit niet gewoon in een raadsbrief, hè? Want we hebben helemaal geen probleem. Dus wat we gedaan hebben, voorzitter, als VOV-fractie, is via de Griffie de stukken opgevraagd aangaande het aanbestedingstraject. Een dag later is ons gemeld door de verantwoordelijk wethouder dat die stukken niet eenvoudig 1, 2, 3 zich laten aanbieden op elektronische wijze. En dat heeft ertoe geresulteerd, voorzitter, dat er een gesprek is geweest, notabene in het weekend, om voor het fractieoverleg toch nog enig houvast met elkaar te hebben. In het weekend met de betreffende ambtenaar om het aanbestedingsproces door te nemen. Want eigenlijk hadden wij het idee, als je een aanbesteding doet en er is maar uiteindelijk één aanbieder, zou je dan die aanbesteding niet moeten overdoen, want dan heb je eigenlijk helemaal geen keus. Anderzijds, voorzitter, hebben we ons gerealiseerd, zeker na dat gesprek wat heeft plaatsgevonden, dat we ons een nieuwe aanbesteding qua tijd niet kunnen veroorloven als we begin 2019 willen kunnen beschikken voor het onderwijs en in bredere zin over die sporthal. Dus onze conclusie, voorzitter, is zeker na het gesprek dat de aanbesteding opnieuw we ons niet kunnen veroorloven. Onze conclusie is ook, en daar hebben we, ik dacht gisteren, een reactie op gehad, dat de 368.000 euro voor onderhoud, dat dat een vergissing geweest is en dat dat slechts 18.000 euro per jaar moet zijn. En dat komt veel meer in de buurt van een bedrag wat je zou mogen verwachten. Blijft over wat de financiële consequenties zijn van die 280 die we niet kunnen terugvorderen als het gaat om de BTW. En daarom, voorzitter, de vraag aan de wethouder of in ieder geval de wethouder kan beloven om het proces zoals dit gelopen is en de manier waarop de berichten tot ons zijn gekomen, dat we dat niet meer op deze manier doen. Geef ons inzicht in de financiële consequenties van wat ons overkomt. We kunnen als raad niet kiezen van we willen die BTW wel terug, want dat kan wettelijk niet. Dus dat is een voldongen feit. Maar als je kijkt naar de rest van het voorstel, dan had dat wel een paar kwaliteitsslagen beter gekund. En graag, voorzitter, horen we daar van de wethouder een reactie op. Ook, voorzitter, zouden we willen weten wat de consequentie zou zijn als dit stuk, wat dus naar ons idee niet volledig is, want we stellen niet voor niks deze vragen. Er staat ook een fout in wat in een mailtje gisteren tot ons is gekomen dat er een foutje in het onderhoud geslopen is. Wat de consequentie is als dit voorstel eventjes voor de raad opnieuw wordt geduid, zodat we precies weten waar we aan toe zijn. Dan, als u die toezegging doet dat we daar op korte termijn over kunnen beschikken, zonder dat dat de consequentie heeft dat dat de planning van de sporthal in gevaar brengt, dan zouden we misschien hier en nu niet eens de antwoorden op de vragen hoeven te horen, maar dan verwachten we graag een nieuw raadsvoorstel. En dat hadden we anderszins ook in de commissie gevraagd. Eventueel, voorzitter, zou het ook nog kunnen zijn dat het een goed idee is om het voorstel zoals het nu ligt te amenderen. En dan zullen we na de beantwoording van de wethouder wellicht voorstellen om even te schorsen en te kijken wie met ons dat amendement wil samenstellen. Of het college amendeert zelf, dat kan natuurlijk ook. Dat moeten we dan maar zien, afhankelijk van de beantwoording van de portefeuillehouder. En dat was het in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Meneer Middelkamp, even voorafgaand. Het college kan niet amenderen, dat zal uw raad moeten doen. Dat is denk ik in de eerste plaats. En, u stelt ook in uw toelichting voor om het onderwerp eigenlijk niet te behandelen vanavond, begrijp ik. Ik heb u bij de vaststelling van de agenda gevraagd of u de agenda vaststelt. En uw fractie heeft niet aangegeven daar niet mee akkoord te kunnen gaan. Dus het onderwerp is nu ter bespreking. En wij brengen het ook tot besluitvorming. Dan had u bij de agenda moeten aangeven, ik stel voor om het onderwerp van de agenda af te halen. Dan had het college ook aan kunnen geven, of de wethouder kunnen aangeven, de consequenties daarvan zijn. Maar het is nu wel in behandeling. Dat even naar aanleiding van uw oproep. Maar uw vraag is duidelijk, maar het is denk ik helder aan de raad. Ik vind het belangrijk aan de raad om dat even mee te geven. En dan geef ik graag het woord aan meneer Van der Morgen.
Meneer de voorzitter, dat u gereed was. Ik was gereed, maar ik zou erop willen reageren. Als het technisch gezien niet mogelijk is dat het college zelf het raadsvoorstel amendeert. En we gaan het toch behandelen, dan blijven onze vragen staande. En blijft onze suggestie aan de raad, afhankelijk van de beantwoording van de wethouder, staande. Of we al dan niet als raad het raadsvoorstel willen amenderen. En dan zullen we dat doen in een schorsing, voorzitter. Dank u wel. We gaan eerst meneer Van der Moor het woord geven. Die heeft juist het woord gevraagd. Dan zal de wethouder antwoorden. Meneer Van der Moor. Nou, meneer de voorzitter, ik heb het volgende voorstel. Omdat onze inbreng niet zozeer een inhoudelijke inbreng zou zijn als wel een stemverklaring. Om liever eerst de reactie van de wethouder af te wachten. En als het eventueel op besluitvorming aankomt, dat we dan gelegenheid krijgen om daar ons over te uiten. Uitstekend, meneer Van der Moor. Doen we dat langs die lijn. Geef ik graag het woord aan wethouder Schelen. Ja, voorzitter, dank u wel. Hoe verschillend kun je in een proces staan? Ik heb zelden een groter verschil van inzicht over dit proces gehoord dan hoe ik het zelf heb ervaren, hoe het college dit ervaart en wat de heer Middelkamp stelt. Wij horen de laatste maanden, wat zeg ik, de laatste jaren, niet anders dan dat de kosten in de bouw ongehoord stijgen. Ongehoord stijgen. En we hebben in dit proces een poging gedaan om het taakstellend bedrag van de raad om dat overeind te houden. En ja, in een aanbesteding gaat het dan volgens de regels. Het was volstrekt duidelijk dat het een lastig proces zou zijn. En vrij snel duidelijk was dat de organisatie 3 het niet voor dat bedrag kon doen. Toen bleven er twee over. De tweede aanbieder heeft zich ook teruggetrokken nadat volstrekt duidelijk was van wat de aanbieder moest leveren. Ten slotte bleef er één aanbieder over die, tot onze eigen verrassing, bereid en in staat is om het voor het taakstellend bedrag wat was gesteld te doen. Ongehoord. Niemand had dat verwacht en het lijkt toch mogelijk. En pakken we dan dit cadeautje uit? Het proces, dat vind ik ook uiterst teleurstellend dat u dat zo zegt. We hebben als college aangegeven dat we uiteraard begrip hebben voor het feit dat de raad nader informatie wil. We hebben ook aangegeven als college dat wij bereid zijn om alle stukken met u door te nemen. En de desbetreffende ambtenaar was ook bereid om daar in het weekend over te praten. Normaal gesproken zou je dan denken van dat wordt gewaardeerd. Zo'n inzet van de ambtelijke organisatie. En al helemaal als het gaat om het uitleggen van het proces. Want die terugrapportage heb ik wel gehad. Die dan ook haak staat op datgene wat u heeft neergezet. Dan het bedrag. Want u zegt van goh, er is een verschil tussen 3 miljoen en waar we het voor hebben gedaan. Hè, de bouwkosten van 2 miljoen. De oorspronkelijke stukken laten ook zien dat je niet alleen bouwkosten hebt. Natuurlijk heb je extra kosten. De architect, de leesjes, de et cetera, dat is allemaal bekend. En dat leidde tot een bedrag van 2,9 miljoen. En ja, er staat in de toelichting, niet in het besluit, in de toelichting een foutje als het gaat om de onderhoudskosten. Dat klopt. En dat hebben we ook gemeld. Het is niet de 368.000 per jaar, maar dat moet zijn over 20 jaar. Nou, kunt u terugrekenen. Inderdaad, 18.000 per jaar. Dat is in de toelichting, is nu niet aan de orde. Want wat hier nu aan de orde is, dat we u moeten vragen, helaas, we hebben toch een tegenvaller. Dus ondanks die fantastische aanbesteding hebben we een tegenvaller. En die tegenvaller die heeft plaatsgevonden nadat u de taakstellend bedrag heeft vastgesteld. Want toen veranderde de wetgeving. Toen werd duidelijk dat de BTW die we hadden gehoopt terug te halen, dat we die toch niet konden terughalen. Dat is het tekort. En ja, het college zei van ja, god, dat is ontzettend jammer, want daar hebben we wel mee rekening gehouden in de aanbesteding. Het was al een tour de force om het op deze manier te doen. Maar goed, dat gaat dus niet lukken. Die 280 die gaan we dus aan de raad stellen. Want dat is voor ons een heel simpel gegeven.
alles is binnen zeg maar, het begrote bedrag zeg maar, tot nu toe zeg maar, afgesproken. We hebben alleen pech. Die BTW komt er later overheen. En dat is gewoon het bedrag wat we vragen. Zo simpel is het in feite. Niet anders dan dat. Ja, en u kunt het zo moeilijk maken als u wilt. En ja, inderdaad, u kunt zeg maar, het besluit tegenhouden. Dat is uw volste recht als raad. Ik stel alleen maar vast dat we nu een aannemer hebben die dit voor dit bedrag wil doen. Als we dit afschieten, dan vraag ik me af hoe groot dan de schade vervolgens zal zijn. Ik sta daar dus niet voor in. Dus ik wil u ernstig ontraden om dat te doen. Tot zover. Meneer Schelen, dank u wel. Ik breng dit onderwerp graag bij u in debat. Wie van u wenst het woord te voeren? Meneer Middelkamp. Ja, voorzitter. Onze fractie gaf aan dat na lezing van het raadsvoorstel ons niet duidelijk is geworden hoe fantastisch die aanbesteding wel niet gelopen is. Wat we verzuimd hebben te vertellen is dat we volledige openheid van zaken hebben gekregen in een heel groot dikpak dossier. Dat de ambtenaar zonder enig probleem en zonder beperking en limiet in tijd bereid was om ons te woord te staan en de vragen te beantwoorden die we wilden stellen. Maar daar ging het ook helemaal niet over. En ik snap eigenlijk ook niet zo goed, want u snapte onze vraag niet, maar ik snap niet waarom de wethouder daarop doorhamert. Want daar ging het helemaal niet over. Misschien hadden we wat meer complimentjes moeten uitdelen, maar we hebben gezegd dat onze conclusie is dat de aanbesteding niet overhoeft. Ja, en daarmee is die kous in ieder geval af. Wat we wel gevraagd hebben is die 280, is dat het nou ten opzichte van die 3 miljoen of is er wel financiële ruimte? En wat betekent die 280 begrotingtechnisch gezien? Hoe gaan we daar, waar halen we de dekking vandaan? Wat betekent dat meerjarig als we dat krediet op die manier gaan verhogen? Nou, dat staat niet in het stuk. En vervolgens staat er een foutief bedrag en dat kan altijd natuurlijk een keertje voorstellen of voorkomen, voorzitter. En daar zijn we van geschrokken, daar zijn we ook ingedoken en hebben kunnen vaststellen dat dat gelukkig een veel lager bedrag is. Maar blijft overeind dat als je kijkt naar de kwaliteit van het stuk, naar het raadsvoorstel wat u ons aanbiedt, dat ons de vragen stelt die wij hebben gesteld. En dat wij nog steeds blijven zitten met een raadsvoorstel waar een fout in staat en een stukje miscommunicatie als het gaat om een meerjarige doorkijk van wat dat die 280 nou voor de begroting voor de komende jaren voor ommen gaat betekenen. En daar wilden we graag antwoord op, voorzitter. En ik kijk ook eventjes naar de collega's in de raad of zij een beetje meevoelen wat ons oordeel moet zijn over de kwaliteit van dit stuk. Of we dit stuk zouden moeten amenderen zoals het hier nu voor ligt. Zodat we daar een besluit over kunnen nemen. Want we hebben ook gezegd dat wij helemaal niet van plan zijn om te traineren of dingen opnieuw te doen. Want we willen graag de snelheid in het proces houden. Maar binnen dat proces verwachten we wel de kwaliteit die we gewend zijn in deze raad om tot een oordeelkundig besluit te kunnen komen. Voorzitter. Dank u wel, meneer Middelkamp. Ik ga u even een klein stukje helpen en dat is misschien ook behulpzaam voor de collega's. U kunt niet het document amenderen. Het enige wat u kunt amenderen is het besluit. En het besluit en de bestuurlijke vraag die is voorgelegd is een beschikbaar krediet van 17 november 2016 te verhogen met €280.000 in verband met niet terugvorderbare btw. Dat is de bestuurlijke vraag die aan u is voorgelegd. En dat is ook wat u kunt amenderen. Ik geef het woord aan mevrouw Lagas, want die verzocht het woord. Voorzitter, de kritiek op zaken die in stukken staan, of het klopt, of dat er fout in zit, dat ontschrijven we allemaal. Dat wil je op orde hebben. Maar de uitleg die de portefeuillehouder gaf in het kader van het moet door, want anders gaan we nog veel meer kosten maken, die is ook helder. En in feite ben ik het ermee eens dat de stukken op orde moeten zijn, zodat je een besluit kunt nemen, zeker over dit soort majeure stukken. Maar het besluit wat hier voor ligt, is glashelder. En de toelichting is glashelder. Dus wat ons betreft, wat onze fractie betreft, kan het door zonder geamendeerd te worden. Ik kijk even rond wie nog meer het weer wordt. Meneer Mors.
Meneer Leeuwik, meneer De Jonge wil ook het woord. Maar in ieder geval, ik had een interruptie, voorzitter. Want... Excuus, meneer Jonge. Ja, want ik raak een beetje de weg kwijt, voorzitter. Want wat u aangeeft is juist, hè, dat je Amadi hebt op dictum. Dank u wel. Op het besluit. Maar ik ben blij dat de lachers op mijn hand hebben. Want het gaat hier over... dat is de tweede keer, volgens mij, dat ik het aangeef. Wel over een serieus onderwerp. Want mijn fractiegenoot, die geeft namens de fractie aan... dat dan het stuk niet op orde is. Maar dan stel ik de vraag van waarom is dan een foutief bedrag... wat niet in dictum genomen is, opgenomen in het stuk... En het tweede is, voorzitter, want ik heb namelijk in afwezigheid van de heer Middelkamp... want die kon niet het gesprek gevoerd met de betreffende ambtenaar. Maar dan kan ik ook zeer kritisch zijn, want de wethouder wist al 10 dagen dat het bedrag niet juist was. Dus de kans voor het college om dat bedrag te schrappen, want het heeft niks met de dictum te maken. En waarom dat gebeurd is, voorzitter, en dus ik vraag aan u... 2 dingen, waarom dat er nog in staat en hoe u als voorzitter... want u geeft zeer goed aan dat alleen dictum geambedeerd kunnen worden... van hoe we dan omgaan met het bedrag... wat hierin staat. Want dat is niet het bedrag wat er is, want het moet door 20 gedeeld worden. Ja, ik herhaal mijzelf, meneer De Jonge, en dan ga ik toch het woord geven aan de andere fracties. Het besluit dat voorligt, is het besluit zoals het voorligt. Dat heb ik u juist voorgelezen. Daar neemt u een besluit over. Daar stemt u mee in of daar stemt u tegen. Dat is aan u. Wethouder heeft ook juist gereageerd in zijn beantwoording op het stuk zelf... En ja, dat is de beantwoording zoals die er is. Dus meer smaken zijn er niet. En het lachen of serieus zijn, daar gaat het denk ik helemaal niet om. Het is een hele serieuze discussie. Want uw fractie stelt een vraag. En we proberen de scherpte te krijgen in de vraag die uw fractie stelt. En helderheid te krijgen in het besluit zoals uw raad dat moet nemen. En daar gaat de discussie nu over. Ik geef nu het woord aan de heer Mors. Dank u, voorzitter. Ik kan het ook niet anders... dan eens zijn met het feit dat het raadsbesluit correct is. En dat is dat ook is wat op tafel ligt waar wij onze mening over moeten geven. Ik zou toch graag, gelet op alle andere discussie die er nog heeft plaatsgevonden... toch even ook de positie van de ondernemer in ogenschouw willen nemen. Die heeft namelijk zijn best gedaan op een aanbesteding... daar een correcte aanbieding op ingediend. Dus... door nu te gaan discussiëren of dat nou wel of niet terecht is... en dat we dat wel of niet mee eens moeten zijn... vind ik eigenlijk in de richting van die ondernemer onterecht. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Mors. Meneer Leuwik. Ja, voorzitter. Nou, laat ik het eerst zo zeggen. Ik vind het antwoord wat de heer Schelen gegeven heeft, vond ik heel duidelijk. Aan de ene kant begrijp ik natuurlijk zijn verwardheid daarover... Aan de andere kant, ja, als je een stuk voor je neus krijgt en er staat een foutief bedrag in, dan ben ik met u eens. Dat is slordig. Maar dat is volgens mij schriftelijk is dat gecorrigeerd. Daar hebben we berichten over gehad, dat het voor 20 jaar gold. Nou, en ik zou zeggen dan, het staat er voor ons wat dat betreft heel erg duidelijk in. De beantwoording was correct. Ik zie eigenlijk het probleem niet. Maar goed, we hebben het al gemerkt dat de mensen daar wel problemen mee hebben. Maar wat betreft het CDA zouden we zeggen... doorgaan. Dank u wel, meneer Leeuwik. Ik kijk toch nog even de kring rond. Meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat we toen afgesproken hadden met de stemverklaring, dus dan had het ook gekund, maar dat kan ook op deze manier. Het is inderdaad spijtig dat het stuk niet helemaal correct is, maar op basis van de toelichting en de antwoorden en het feit dat we alleen besluiten over het raadsbesluit uiteraard, zoals het de naam al zegt, kan het wat de LPO-fractie gewoon afgehandeld worden en gaan wij daarmee akkoord. Dank u wel, meneer Remmers. Ik kijk toch nog even naar meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan geen originele tekst verzinnen. Dank u. Dank u wel. Niemand nog het woord. Wenst er iemand stemming over dit voorstel? Niemand wenst stemming over dit voorstel. Nee, dat is niet het geval. Geen stemverklaringen. Meneer Van der Mooren. Ja, want dan schak ik... Ik ben net op tijd. Ik zal nog laten denken over mijn vorige antwoord, meneer de voorzitter.
Wij hebben behoefte aan deze stemverklaring dat als wij zeer consistent zijn en de lijn doortrekken van ons stemgedrag toen dit voorstel in hoofdzaak in de stemming was, dan zouden we tegen moeten stemmen. Maar wij hebben gevoel voor democratische beslissingen en zullen daarom onze goedkeuring aan dit voorstel niet onthouden. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Mooren. Dat was de stemverklaring. Dan is dit voorstel aangenomen. Ik ga door naar agenda punt 15a, de motie openingstijden supermarkten. Althans, een aangekondigde motie door de fractie van de VVD. Mevrouw Lagas, mag ik u het woord geven? Meneer de voorzitter, wij hebben een motie vreemd voorbereid en willen die graag indienen, mede namens D66, Partij van de Arbeid en de VOV. En het betreft inderdaad de zondagopenstelling van de supermarkten. Ik zal hem voorlezen en mochten er nog vragen over zijn, dan hoor ik het wel van de collega's. De Raad van de gemeente Ommen overweegt dat uit contact met de supermarkten Jumbo, Lidl en Albert Heijn gebleken is dat er behoefte is aan uitbreiding van de zondagopenstelling in de gemeente Ommen. Vooral nu de gemeente Hardenberg heeft besloten dat er iedere zondag in die gemeente een supermarkt open mag zijn. Deze maatregel van Hardenberg verzwakt de concurrentiepositie van onze Ommense supermarkten in de regio. De supermarkten hebben in een brief aangegeven dat zij in gezamenlijk overleg tot 30 zondagen zijn gekomen. In de periode van 1 april tot 1 oktober en in de maand december. In de brief vragen de supermarkten ook ruimere mogelijkheden voor de detailhandel. Maar voor de overige winkels is een evaluatie voldoende. Dat kan ook nog dit jaar. Bovendien is er al eens een evaluatie gedaan om eventueel nieuwe keuzes voor het volgende jaar te maken. Dit in het kader van de non-discriminatie is wel belangrijk. De brief van de supermarkt is bij de motie bijgevoegd. En op de achterkant staat, op de voorkant staat alleen Albert Heijn, maar op de achterkant staan ook bij de andere supermarkten. Ik heb hem alleen toegemaild gekregen zonder handtekening. En de meneer die het georganiseerd heeft, is nu op vakantie. Maar neemt u maar van mij aan dat het overleg geweest is. Is van mening dat een onderzoek naar zondagopenstelling, zoals in het bestuursakkoord Samen Ommen is aangegeven, pas eind 2019 resultaten gaat geven. Dat vinden wij onacceptabel omdat het de supermarkten onevenredig op achterstand zet in hun concurrentiepositie. Gezien de brief die nu reeds beschikbaar is, is wat ons betreft een onderzoek voor supermarkten volstrekt overbodig en geeft onnodige kosten. De supermarkten in Ommen moeten nog deze zomer ruimte kunnen krijgen om op zondag open te zijn. En wel zoals zij zelf aangeven tot 1 oktober iedere zondag en in de maand december. Vanaf 2019 de 30 zondagen zoals eerder aangegeven. Verzoekt het college om de nodige acties te ondernemen om de zondagopenstelling voor supermarkten in Ommen mogelijk te maken conform hun voorstel en dit zo spoedig mogelijk te realiseren en indien nodig nog voor het zomerreces met een raadsvoorstel te komen en gaat over tot de orde van de dag, getekend namens de fracties VVD, D66, Partij van de Arbeid en de VOV. Ik heb hier het getekende exemplaar. Dank u wel, mevrouw Lagas. De reguliere procedure bij moties is dat u een advies van het college krijgt. Maar het college acht zich niet in de positie om hier een advies over te geven, omdat het college demissionair is en u zelfs in de motie ook expliciet refereert aan een bestuursakkoord dat nog moet worden vastgesteld door een nieuw te vormen college, althans een college in vorming. Dus ik breng graag de motie in bespreking in uw raad. Wie van u wenst het woord te voeren? Meneer Bongers, wie nog? Anderen? Anderen niet. Meneer Bongers, mag ik u het woord geven? Ja, sorry, vergeet ik iemand, meneer Van der Moor? Nee? Excuus. Ja, meneer Bongers, meneer Van der Moor en mevrouw Bakelaar. Ja. Dank u wel voor het woord, voorzitter. Allereerst even wat technische vragen aan mevrouw Lagas. We zien aan de brief die u toegezonden heeft gekregen van een aantal supermarkten. Een ondertekening staan van een aantal supermarkten. Maar is dit namens alle supermarkten in Ommen? Er zijn er meer. Ik ga geen reclame maken, maar er zijn er meer. Tweede is, ja, de brief is gedateerd van 12 mei dit jaar. Interessant. U was zelf toen nog wethouder. Waarom heeft u dat toen niet in uw college ingebracht als u zegt van ja, dit is noodzakelijk, dat gaan wij aanpakken, daadkracht?
Ja, en wat de burgemeester al aangaf. U refereert naar een bestuursakkoord. Dus van een bestuursakkoord. Maar voor de raad is hij nog niet geaccordeerd. Dus u vraagt een reactie op iets wat er nog niet is. Wat dat betreft is het wel een heel virtuele motie. Daar zou ik de eerste termijn bij willen laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Brongers. Meneer Van der Morgen, mag ik u het woord geven? Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook al is het bestuursakkoord dan nog niet aangeboden aan de raad, dan nog weet de ChristenUnie zich wel gebonden aan afspraken waardoor we tot een coalitie zijn gekomen. En daar is naar onze mening voldoende ruimte geboden om dit vraagstuk in de loop der tijd tot tevredenheid op te lossen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Niet inhoudelijk verder op de zaak ingaan. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Moren. Mevrouw Bakelaar, mag ik u dan het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Het apparaat wil nog niet wat ik wil. Even kijken. Ja, we hebben inderdaad als nieuwe coalitie, ik ben blij dat wij het podium krijgen om alvast een tipje van de sluier te lichten, dat wij hele mooie afspraken gemaakt hebben als nieuwe coalitie om te komen om breed te kijken naar de winkeltijden in Ommen en ook naar de zogenaamde natte horeca, om te zorgen dat wij vitaal en leefbaar zijn en blijven in de binnenstad van Ommen. Maar dat kun je niet zomaar doen, onderdacht, op basis van een brief. Daar hebben we de vorige keer ook nadrukkelijk over gesproken in een onderzoek. Dus dat zal ook deze keer plaats gaan vinden. Daar hebben we ook concrete afspraken over gemaakt, over hoe we dat voor ons zien. Daar gaan we graag met elkaar over in gesprek natuurlijk. Om dan vervolgens ook zeker nadrukkelijk democratische besluitvorming aan te gaan met elkaar op basis van de juiste gegevens en de goede gesprekken. En in de brief staan een aantal zaken. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in, waarvan ik denk, ja, daar heb ik een heleboel vragen nog bij. Want hoezo is een onderzoek niet aan de orde rondom supermarkten? Ik weet niet of dat u de titel gezien heeft rondom, want u verwijst, althans de collega's verwijzen naar Hardenbergen, die het opeens ook zo gaan doen. Nou, weet u wat de kop is bij RTV Oost, beste collega's, rondom de koopzondag bij onze collega's? Daar staat, experimenteren met koopzondagen en uit de bestuursdienst om een Hardenberg stappen. Het zijn twee grote uitdagingen waarmee een nagenoeg volledig nieuw college van Hardenberg de komende jaren mee aan de slag gaat. Nou, volgens mij is dat ongeveer hetzelfde wat wij aangeven als nieuwe coalitie in het bestuursakkoord. Maar daar komen we donderdag denk ik verder over te spreken. Maar ik ben blij dat we even alvast een tipje van de sluier kunnen lichten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Mevrouw Lagas, u bent de meneer De Jonge. In eerste termijn is dit nog. U zich niet gemeld, maar desalniettemin. Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben nog niet in staat geweest om het hele bestuursakkoord of coalitieakkoord door te nemen. En alhoewel daar volgens mij op hoofdlijnen heb ik nog niet zoveel zien staan over besluitvorming over de zondagsopening van de winkels, voorzitter. Terwijl ik dat wel in heel veel verkiezingsprogramma's heb teruggevonden. En meneer Bongers die lacht al, dat is de tweede keer vanavond. Maar met name de heer Bongers en de LPO, die was juist heel sterk erin. En ook in de debatten die we een aantal jaren geleden tot midden in de nacht gevoerd hebben. Om die zondagsopening te bewerkstelligen. En dan om ook ons economisch belang van onze gemeente op de kaart te zetten. Voorzitter, we hebben een aantal jaren geleden onder lachwekkende omstandigheden is er een besluit genomen om daar 12 zondagen voor te doen. Er ligt al jaren een wens van de ondernemers, van de winkeliers, de supermarkten, om dat te verruimen. In mijn optiek, voorzitter, biedt dat een kans. Ik zou in ieder geval aan de heer Bongers willen vragen van waar nu die omslag, voorzitter. En aan het CDA, want ik herinner me nog dat het CDA altijd aan heeft gegeven, ook in debatten naar de verkiezingen toe, van ja goed, wij zitten in een dilemma, want onze fractie is daarin gespleten. Hè? De meningen zijn daarover verdeeld. Er is de vorige keer de stemming heeft dat ook wel uitgewezen. Maar ik hoor mevrouw Bakelaar een aantal keren helder en duidelijk nog in mijn oren zuizen. Daar waar ze zegt van, maar
de opening van de supermarkten, dat zou voor ons op zondag nog bespreekbaar zijn. En nu zo opeens is dat weer voor de kaart, voorzitter. En ik zou een dwingend... Ik stel in ieder geval de vragen aan de twee fracties. Kijk, voor de ChristenUnie is voor mij altijd helder en duidelijk geweest wat haar positie is geweest. Alhoewel ik de heer Van der Morgen in het debat bij de verkiezingen 's avonds bij de ondernemers, bij de Vlater, helder heb horen zeggen van ja, waarvoor zouden wij er ook zo Spaans over doen? Want onze collega's in Hardenberg die hebben die stap ook gemaakt, of woorden van gelijke strekking, dus dat biedt wel kansen. Voorzitter, ik doe een dringend beroep op partijen om zich te houden aan het verkiezingsprogramma en datgene wat ze gezegd hebben in de verkiezingstijd. Want we willen immers een betrouwbare overheid zijn, hoor ik met name de heer Bongerset zeggen. Dus laten we nou proberen deze motie erdoor te krijgen en hem mede te ondertekenen. Dank u wel, meneer De Jonge. Mevrouw Lagas, u heeft het woord als indiener van de motie. U mag het vanaf uw plaats doen. Ja. Tweede termijn mag vanaf deze plek. Zeker. Ja, vanzelfsprekend, mevrouw Bakelaar, snap ik wel dat u heel graag even het tipje van de sluier oplegt voor donderdag. Maar zo tipperig was die sluier niet meer, want we hebben het stuk gewoon op de agenda staan voor donderdag. Dus ik weet niet waar die sluier dan zit, maar ik hopelijk zijn alle agendastukken voor iedereen gewoon openbaar te zien. En vanzelfsprekend, dat is ook niet anders, maakt u daar nu ook een politiek statement. Dat moet u ook wel doen als coalitiepartijen. Dat snap ik als geen ander. Ik heb vaak genoeg zelf in die positie gezeten. Maar wij doen nu gewoon echt een dringende oproep rond die supermarkt. En daarom hebben we verwezen naar het onderdeel van het bestuursakkoord waar dat onderzoek staat. Want het is uw goed recht met elkaar, als u dat in de meerderheid van de raad met elkaar afspreekt, bij de coalitievorming. Wij gaan een onderzoek doen naar de openingstijden van de winkels in Ommen. Dat kan namelijk ook tot een oplossing komen als het onderzoek afgerond wordt van we stoppen helemaal de meet, het gaat allemaal dicht. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid van een uitkomst van een onderzoek. Dat kan allemaal. Maar u geeft zelf aan, en daarom maken wij er ons zorgen over, dat u dat pas in 2019 start en dat het eind 2019 is afgerond. Welk bureau gaat u daar een vredesnaam voor inhouden, inhuren? Wat gaat het allemaal wel niet kosten, meneer Bongers? Maar, ja, al die bureautjes. Ja, kom. Mevrouw Lagas, laten we bij het onderwerp blijven. Dat is het onderwerp. Dat is het onderwerp, want het gaat over het onderzoek. Even terug naar de vragen die de heer Bongers gesteld heeft. Het zijn inderdaad de drie supermarkten. En er is ook nog een vierde in Ommen. Dat klopt. Die heeft niet gereageerd op de oproep. Dat doen ze nergens in het land. Die hebben altijd een eigenstandig beleid. Als je daar iets mee wilt overleggen, moet je naar Duitsland. Is mijn ervaring. Want ik heb het als wethouder wel eens geprobeerd om met ze in overleg te gaan. Maar de drie supermarkten die op dit moment gewoon aangegeven hebben dat ze het belangrijk vinden. Voor dat belang komen wij nou gewoon op. Want het blijkt gewoon dat er behoefte aan is. En wat dat betreft kan ik u meteen toelichten waarom de brief die 12 mei bij mij binnen is gekomen, heb ik niet ingebracht in het college. Want ik heb daar een aantal keren op de agenda op mijn kop gehad dat we demissionair waren en dat we geen nieuwe dingen mochten inbrengen. Heb ik ook niet gedaan. Bovendien heb ik gewoon gewacht van ik kon me zo voorstellen, mede gezien uw eigen verkiezingsprogramma, dat er in het bestuursakkoord iets over de supermarkten zou staan. Ook gezien de opmerkingen die eerder gemaakt zijn, die stonden er niet in. Dus dat rest ons niet anders dat gezien de tijd en de druk die erop zit om voor de zomer iets geregeld te krijgen, vanavond deze motie in te dienen. Maar ik proef al hoe u erin zit en dat is uw goed recht. Maar het is ook het goed recht om voor het belang van de supermarkten opgekomen in het kader van de concurrentiepositie die zij in de regio toch moeten hebben. Wij vinden dat heel erg belangrijk. Voorzitter, dat was mijn reactie in tweede termijn. Dank u wel, mevrouw Lagas. Willen andere fracties nog reageren in tweede termijn? Ja, mevrouw Bakelaar, ik kijk rond. Meneer Bongers. En Mors. Ja, mevrouw Bakelaar, meneer Bongers en meneer Mors. Ja. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Even in reactie op de heer De Jonge. Ik ben blij dat ik in uw oren suis, meneer De Jonge. Dan blijf ik toch hangen, zeg ik dan altijd. Nee, alle gekheid op een stokje. Kijk, wij hebben gezegd, de fractie is niet verdeeld, de heer De Jonge. Het gaat om dat onze achterban verdeeld is. Ik zou heel graag het fragment willen horen of lezen wanneer ik gezegd zou hebben dat ik iets zou willen met de supermarkten. Want ik denk dat dat toch echt mijn tweelingzus is geweest die ik niet heb. Dus ik ben erg benieuwd.
En als u ons verkiezingsprogramma goed gelezen heeft en u gaf aan in verkiezingstijd dat u dat terdege goed gedaan had en ons plaatje ook goed heeft bekeken, wat de heer Middelkamp altijd zo mooi aangaf, dan kunt u lezen dat wij beperkte zondagopenstelling willen. En de afspraken die zijn gemaakt in het bestuursakkoord, even een reactie op mevrouw... Interruptie, meneer De Jonge. Ik geef even de ruimte aan meneer De Jonge. Met respect voor het verkiezingsprogramma voor het CDA, voorzitter, kan mevrouw Bakelaar dan uitleggen wat beperkte openingstijden is. En de tweede wil ik nog wel even reageren en ook een reactie van mevrouw Bakelaar horen. Dat ze zegt van onze fractie is niet verdeeld, maar onze achterban is verdeeld. En ik heb nog in mijn hoofd zitten dat de stemming van, bij de fractie van CDA 50-50 was. Dus dan is er ook verdeeldheid in de fractie. Laten we daar ook gewoon geen doekjes om winden. Mevrouw Bakelaar. Nee, dat klopt hoor. Dus die moet ik even corrigeren. Dus de fractie inderdaad was verdeeld. Maar veel belangrijker is dat de achterban verdeeld is. En dat zie je dus in de reflectie in onze fractie terug. Maar dat is even een technisch item. En als het gaat om wat wij een beperkte zondagopenstelling vinden, hebben wij ook met onze achterban, die dus verdeeld is, aangegeven dat wij niet meer dan 12 zondagopenstellingen willen. Dus het beleid wat er nu is, vinden wij meer dan uitstekend. Oké. Nou. Mevrouw Lagas, u wilde nog een vraag stellen. En dan ga ik daarna naar meneer Bongers. Want u... Interruptie aan mevrouw Bakelaar. Ik was nog niet klaar, voorzitter. Interruptie van mevrouw Lagas bij mevrouw Bakelaar. Ja, interruptie op de opmerking die net gemaakt werd over niet meer dan 12 zondagen. Bespaart u dan de moeite om tot een onderzoek te komen? Want de ChristenUnie wil zeker niet meer. Nou, dan heeft u in de coalitie een meerderheid. Ik zou zeggen, begin daar niet aan, want dat kost alleen maar geld. Voorzitter, mag ik mijn reactie afmaken? Ja, natuurlijk. Okay, dank u wel. Nou, even in reactie op mevrouw Lagas. Als u goed geluisterd had in mijn termijn, dan heb ik aangegeven dat wij een onderzoek willen, dat we daar afspraken over gemaakt hebben. En dat wij ook de democratische besluitvorming dan vervolgens afwachten in de raad, al naar gelang de inwoners, bewoners, organisaties hun uitspraak hebben gedaan over de behoeften in het belang van Ommen, en ik hoop niet, mevrouw Lagas, in het belang van de supermarkten. Want u bent geen belangenbehartiger van de supermarkten, denk ik. Dat zei u daarnet, maar ik denk dat u wat anders bedoelde. Dus ik denk in het belang van Ommen zal ik kijken naar de democratische besluitvorming. En is dit niet wat is afgetikt binnen een coalitie. En daarom heet het ook een mooi bestuursakkoord met procesafspraken, mevrouw Lagas. En dat tipje van de sluier, dat gaat erom dat we natuurlijk spreektijd krijgen. En ik spreek heel graag over de prachtige afspraken die we hebben gemaakt met de ChristenUnie en de LPO. Daar ben ik heel erg blij mee, maar dat zal ik donderdag nog een keer benoemen. Ik ga nog even het woord geven aan meneer De Jonge voor een korte interruptie bij mevrouw Bakelaar. Daarna nog even kort bij mevrouw Lagas. Kan mevrouw Bakelaar nog even? Dan ga ik naar meneer Bongers, want het zijn interrupties op de inbreng van mevrouw Bakelaar. Ja, zo werkt dat nu eenmaal. Dan naar de heer Bongers, dan naar de heer Mors. En ik zou u bijna meegeven, verschiet u niet te vroeg uw kruid. Maar goed, dat is misschien wel een opmerking die ik niet mag maken. Er komt nog heel veel gelegenheid om dit onderwerp te bedebatteren. Ik kom bij meneer De Jonge. Voor interruptie bij mevrouw Bakelaar. Precies, maar op het laatste eventjes naar u reflecteren. Van, wij vinden dat de tijd nu rijp is om het te doen. Hè? Als je om economisch op de kaart wil zetten, is nu de tijd voor. Maar even terug naar mevrouw Bakelaar. Hè? Want die heeft het over bespreken met de inwoners. En op zich, nou ja, dat is heel goed dat er een wending is gekomen bij een bestuurderspartij CDA om dat nu te doen. Hè. Daar staan we volledig achter. Maar ik heb het CDA ook horen zeggen, maar dat hoorde ik hier Bonnes ook zeggen, over het succes daar waar het ging om de openingstijden van de natte horeca. En ik heb dan de vraag aan de heer Bakelaar, maar die mag ook de heer Bonnes wel beantwoorden. Oh, mevrouw Bakelaar. Mevrouw Bakelaar. Dan moet je bij mijn broer zijn, meneer De Jonge. Ik begin een beetje op de vorige vervangend voorzitter van het CDA te lijken, besef ik me nu. Waarvoor excuus, mevrouw Bakelaar? Want de verschillen zijn voor mij helder. Voorzitter, maar even terug in de richting van mevrouw Bakelaar. En die zou ook de heer Bongers, want die heeft ook wat gezegd over de natte horeca. Die mag die dan straks, ik weet wat u wil zeggen, maar die mag die dan straks even parkeren. Voorzitter, hoe is het dan gelopen met die openingstijden? Want daar staat wel iets in dat, toch stiekem gelezen, hè? In dat bestuursakkoord van u. In dat een heldere afspraak is. En de vraag aan mevrouw Bakelaar is dan, van hoe heeft u dat met de inwoners van Ommen besproken? Want dat is ook geen punt, lijkt mij, voor alleen
die twee horecaondernemers. Hoe is dat proces gelopen met bespreken met de Koninklijke Horeca Nederland Ommen? Hè, dus dat geldt hier ook een beetje voor hetgene wat mevrouw Lagasse in haar motie heeft aangegeven. Van hoe zit het daar met het draagvlak? Het is ook uw motie, heb ik gezien door de ondertekening. Ja, als, ja. Ik denk dat het goed is om even mevrouw Lagasse ook haar interruptie te laten plegen. Dan kan mevrouw Bakelaar antwoorden en dan gaan we ik het verkeer weer naar de andere kant van de zaal regelen. Ja, ja meneer de voorzitter, ik wil natuurlijk nog even reageren op de opmerking of ik de belangen van de supermarkt behartig. Nou, als ondernemerspartij sta je natuurlijk ook altijd voor de bedrijven. Maar er staat gewoon hoog in ons vaandel twee dingen. Dat is dat er gewoon de supermarkten zelf aangeven dat er behoefte aan is. Die gaan echt niet open als er geen behoefte aan is. Maar vergeet ook niet dat de drie bedrijven waar het om gaat grote werkgelegenheidsscheppers zijn voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus de inclusieve samenleving. Komt heel veel bij kijken, meneer de voorzitter. Ik zie u al kijken. Dat doet heeft u misschien een vraag toe aan mevrouw Bakelaar? Ja, het is een reactie op haar dat ze zegt of ik de belangen van de supermarkt behartig. Maar dat is meer dan alleen het belang behartigen van ondernemers. Het is ook de belangen van de bewoners van Ommen. Maar ook zeker voor de mensen die allemaal daar kunnen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat moeten we niet onderschatten. Dank u wel, mevrouw Lagasse. Mevrouw Bakelaar, aan u het woord. Ja, het is op een gegeven moment pingpongen. Ik ben daar heel goed in hoor, tafeltennis. Eens even kijken. Ja, de supermarkten. Maar de supermarkten zijn, zonder dat we in een hele economische discussie belanden, voorzitter, dat zal ik u niet aandoen. Maar de supermarkten, het gaat natuurlijk veel breder als je kijkt naar winkeltijden. En de supermarkten openen betekent ook iets voor de kleine ondernemers. En daar wil ik het bij laten, want anders dan ga ik nu een heel agendapunt afhandelen. Volgens mij is dat niet de bedoeling. En daar waar het gaat om de afspraken in het bestuursakkoord, die zijn gemaakt. Sommige vanuit inderdaad ons inzichten. En anderen inderdaad openstellend, de meeste, zoals u gezien hebt, voor een gezamenlijke Ommen-agenda. En ik hoop u daar donderdag samen met de collega's meer over te kunnen vertellen. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, we gaan verder. Allereerst, want mevrouw Lagasse noemt zojuist ook hier de VVD is een ondernemerspartij. Als u dan dat belang... Bent u in staat om de telefoon op de tribune stil te zetten? Als de VVD het belang van deze brief zo hoog acht en dan komt met het argument van ja, ik zat in een demissionair college. Dus vandaar het kon ik niet opereren. Maar dan had toch de fractie als vertegenwoordiger van de ondernemerspartij toch een motie vreemd in kunnen dienen op 12 mij. Dus ik vind het wel een heel erg vreemde timing van de VVD. En ik mis daar ook in de afweging van het totaal belang en een evenwichtige afweging. Want nogmaals, dit zijn niet alle supermarkten. Dat heeft u zelf ook al erkend. Mevrouw Lagasse, u wilt een vraag stellen aan meneer Bongers. Nou, ik wil gewoon even reageren op de opmerking van waarom ik de fractie niet laat inbrengen. Dit is gewoon de eerste raadsvergadering waarop dat realistisch kon. Want ik heb u toegelicht waarom we ermee gewacht hebben in het kader van uw eigen voorstellen die zouden komen voor het bestuursakkoord. En dat we daar zo lang op moeten wachten, daar kan ik ook niet helpen. Maar ik meen het oprecht. U mag, kijk, ik snap u wel hoor. U zit gewoon in een lastige positie, want u moet ook mee bewegen in datgene wat u met elkaar heeft afgesproken. En meer woorden wil ik toch niet aan vuil maken. Dank u wel, mevrouw Lagasse. Ik kom bij de heer Mors. U moest al heel lang wachten, maar ik geef u toch graag het woord. En dan doe ik het toch nog heel erg kort, want ik wil graag reageren op de vraag eigenlijk van de heer Bongers van zijn alle supermarkten meegenomen? Nou, wat mij betreft en wat de fractie van D66 betreft, gaat het niet alleen over de supermarkt. Maar in het kader van, ik heb het woord al eens eerder genoemd vanavond, non-discriminatie, gaat het dus ook om de andere kleinere winkels, waarbij wij vanuit D66 altijd hebben gezegd, wij willen niet beperken, maar als de ondernemers zelf open willen, dan moeten wij ze de kans geven in het kader van de non-discriminatie. Dank u zeer. Voorzitter, interruptie op, heel graag een interruptie. Meneer Bongers, D66, want meneer Moors betrekt nu andere aspecten bij die niet in het voorstel staan, dat is één. Twee, we hebben, en ik wil ook nog een tipje van sluier van het bestuursakkoord oplichten. We hebben duidelijk afspraak gemaakt, er komt een onderzoek naar de zondagsopening. Met de duidelijke verplichting van wat eruit komt, dat is niet vrijblijvend. Daar gaan we ook
echt mee aan de slag. En dat heeft ook een betekenis, politieke betekenis. In tegenstelling tot wat de D66 over het algemeen doet. Die was al 10 jaar voor de referenda. Toen kwamen de referenda, er kwamen de uitslagen die ze niet zinden en ze schaffen de referenda af. Zo zitten wij niet in elkaar, wij gaan voor een evenwichtig en wij verbinden onze naam eraan. Dank u wel. Meneer Bommers, dank u wel. Meneer Mors. Ik wil slechts op één onderwerp ingaan, niet op het referendum. In het voorstel bij de overwegingen staat voor de overige winkels zal een evaluatie die dit jaar nog kan komen. Het staat er dus daadwerkelijk in, ook daadwerkelijk met de toevoeging, dit in het kader van de non-discriminatie. Het staat erin. Meneer Mors, dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Lagas, die namens 4 fracties deze motie heeft ingediend. Houdt u de motie in stand? Trekt u hem in? Nee. Wenst u stemming over de motie? Houdt u hem aan? U wenst stemming over de... Ja. Dan ga ik de vraag stellen, wie is voor deze motie? De fractie van de VOV, D66, VVD, Partij van de Arbeid. Wie is tegen? CDA, 3. De LPO, 3. En de ChristenUnie met 3. Dan is de motie met 9-6 stemmen verworpen. En misschien hebben wij dan ook al iets de komende donderdag wat kunnen ontlasten, want dat zal nog voldoende besproken gaan worden met elkaar. En dan ga ik door naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 15b. De motie over de wifi in het centrum van Ommen. En ik geef graag meneer De Jonge het woord. Meneer De Jonge. Voorzitter, ik besef me dat ik ben vergeten om mijn jasje aan te trekken. Neemt u mij dat kwalijk? Want dan loop ik weer terug naar mijn stoel om mijn jasje aan te trekken. Ik ervaar hoe warm het is om een jasje aan te hebben. Dus ik heb er nu begrip voor. Dank u wel. Ja, voorzitter, ook wij hebben een motie vreemd. En wellicht kunnen we daar ook eens zo mooi open over debatteren als bij het vorige onderwerp. Want dat spreekt me toch wel aan, moet ik eerlijk zeggen. Voorzitter, ik heb een motie gemaakt en die is mede onderschreven door de VVD-fractie, de fractie van D66 en de fractie van de Partij van de Arbeid. En die motie, voorzitter, die gaat over wifi in het centrum van Ommen. En wij zijn tot inkeer gekomen om deze motie in te dienen, omdat wij erachter zijn gekomen dat de Europese gemeenschap eindelijk eens een keer wat goeds doet voor de kleine kernen en de kleine dorpen in de Europese gemeenschap. We hebben in het verleden al eens een keer gebruik gemaakt van een subsidie van hun om een fietspad aan te leggen van Ommen naar Beerzen. En ik zou zeggen, laten we nu handig gebruik maken om gebruik te maken van de subsidie voor de aanleg voor wifi in het centrum van Ommen. Voorzitter, en ik zal zo het dikte voorlezen, want de motivatie die zal wel helder en duidelijk zijn in de mogelijkheden. En voorzitter, wat wij als partijen die hem indienen en ondertekenen zijn ons ervan bewust dat daar ook een stukje vervolg aan komt. Want als je een voice krijgt om die palen neer te zetten, dan heb je ook nog een stukje onderhoud voor de jaren voor nodig. En voorzitter, dat is nou het mooie, want ik besefte me dat. En op zeer goed advies van de Griffie, moet ik eerlijk zeggen, maar ook van, dat mag ik niet zeggen, van de ambtenaar, hebben we gezegd van, nou, dat houden we er even uit om ook geen belemmering op te werpen voor een kadernota dan van een begroting over die wij in dit jaar voor 2019 moeten behandelen. En ik zal u, voordat ik de vraag aan krijg, zal ik u dat vast verklappen. Want dat kost €12.000 per jaar, dat onderhoud. En daar kun je, voorzitter, hele leuke dingen van doen. Namelijk, als je zo'n wifi-portaal hebt en u komt met het autootje op vakantie vanuit het westen van het land, laten we zeggen Bodegraven, een willekeurige gemeente, maar kan ook Nieuwekerk aan de IJssel zijn. En je rijdt de gemeente om me binnen en er staat zo'n wifi-portaal en dan
begint er gelijk, net als in Amsterdam en in Wenen, dan krijg je een hotspot of een signaaltje waarin staat van wat er in Ommen te beleven is. Dus ook economisch gezien zou dat een prachtig iets zijn. Voorzitter, terug naar het dictum, want het gaat in deze motie alleen over het verkrijgen van de subsidie en bij de begroting iets neer te leggen waar wij dan wel op een andere manier, waar wij als gemeenteraad een besluit over nemen. Voorzitter, het dictum. Verzoekt het college voor de aanleg van een wifi-hotspot binnen 30 dagen bij de Europese Unie een voucher van €15.000 aan te vragen. Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2019 een voorstel aan de gemeenteraad te presenteren over de aanleg van de wifi-hotspot in het centrumgebied. Hotspot, ja, ook zelfs met deze warme temperaturen, want u ziet voor de tweede keer dat het toch ook wel een beetje in mijn hoofd slaat, maar zou u mij vanavond niet straffen met een potje hotspot, laat ik eerlijk zijn. Voorzitter, terug naar dictum, want ik zie u dat u al zenuwachtig wordt en mij weer te orde wil roepen en terecht. Ik word niet zenuwachtig, maar eventueel roep ik u wel tot orde. Voorzitter, en ik ga verder met het derde boeletje. En samen met de betrokken belangenorganisaties een plan te ontwikkelen voor het gebruik van gratis wifi in combinatie met promotieactiviteiten voor Ommen. En gaat over tot orde van de dag en is getekend Gerrit de Jonge, mevrouw Legas-Meijer, meneer Van der Mors en meneer Moereman. En ik heb hier het ondertekende exemplaar keurig netjes in een mapje voor u. Dank u wel. En de motie is ondertekend door inderdaad de fractie van de VOV, de VVD, D66 en de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik stel eigenlijk dezelfde behandeling voor als zojuist de motie is toegelicht. Meneer Bongers. Nou ja, we zouden wel graag eerst even nog wat technische vragen beantwoord willen zien. En dan even 5 minuutjes schorsen, zullen we er eventjes goed naar kunnen kijken. Want op zich is het natuurlijk een sympathiek voorstel, dus daar willen we serieus naar kijken. Maar ja, dat kan. Als u dat wenst, dan schorsen we 5 minuten. Kunt u... Misschien eerst even wat technische vragen, zodat we dat mee kunnen. Maar ik was even aan het kijken hoe ik u de ruimte kon geven om het gesprek met elkaar te voeren. Dus in eerste termijn kunt u ook de vragen stellen aan de heer De Jonge, dat lijkt me uitstekend. Oh ja, sorry. Ik begin met de heer Bongers, de heer Dunnewind. Wie nog meer? Meneer Van der Mooren. Oké, Bongers, meneer Dunnewind en meneer Van der Mooren. Ja, ik ben er al. Even voor de volledigheid. Is het zo dat als wij hiermee in zouden stemmen, dat wij slechts €12.000 onderhoudskosten hebben en dat voor de overige initiële kosten geen zijn? Die foutje is volledig dekkend om dit initieel op te starten? Of kunt u daar iets meer helderheid over verschaffen? Ik weet niet of er meer technische vragen zijn. Zullen we dan eerst even de technische vragen inventariseren? Dan kan meneer De Jonge die in 1 keer beantwoorden. Ja? Meneer Dunnewind? Ja, dank u wel, voorzitter. Of het helemaal technisch is of niet technisch, maar het is in ieder geval een vraag. Ook inderdaad, is dat voldoende dekking, zou ook de vraag zijn. En de andere vraag is, we hebben het over het centrum van Ommen. Maar we hebben natuurlijk ook meerdere kernen. Is daar ook zeg maar over nagedacht om dat daarin te betrekken? Een andere vraag die we nog hebben, en op zich best sympathiek. Het punt wat er nog is, we hebben een actieplan centrum. In hoeverre is daarna gekeken om het daarbij te laten aansluiten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Dunnewind. Meneer Van der Mooren. Dank u wel, meneer voorzitter. Vorige vragen gingen met name over dekking, hè, het geld, zeg maar. Maar vragen waar wij mee zitten, is of nu al vaststaat, of dat al nagegaan is door de indieners, of het op zich technisch ook mogelijk is. Want kijk, nu even besluiten tot, het is maar de vraag van wat mogelijk is. En wij zouden liever, en dat is niet bewijzen van uitstel komt afstel, absoluut niet. Want op zich vinden we het een zeer sympathiek voorstel. Zijn we ook wel bereid om mee te gaan. Maar we willen ook weten of dat technisch ook mogelijk is. Wat we nu net even in de gauwigheid hebben gezien aan toch wel waarschuwingen en een voorbeeldgemeente en ook hoe het daar mislukt is. Daar zouden we een heel duidelijk beeld van willen hebben voordat we besluiten tot. Dank u wel, meneer De Jonge. De vragen zijn in eerste instantie aan u gesteld.
Ja, eigenlijk bevreemd dat, maar ik kan op een aantal vragen wel antwoord geven, voorzitter. Allereerst, en dan kijk ik toch even naar u, heb ik begrepen van uit de ambtelijke organisatie dat er al een aanvraag ingediend is. Dat is... Nou goed, dat hebben wij, dan kijk ik ook even naar de griffier, dat is ons meegedeeld. Dus het verrast... Meneer Dunnewind, u wil de interruptie, u wilt een vraag stellen, meneer de Jonge. Even een vraag. Ik vind het heel interessant, want als er al aanvragen zijn ingediend, waarom dan deze motie? Dat zal ik u precies vertellen, want bij het sluiten van de markt is ons medegedeeld dat die aanvraag al ingediend is. En ik had verwacht, meneer Dunnewind, als die ingediend zou zijn, dat het namens het college en ons medegedeeld zou zijn. Maar dat is niet het geval. En eigenlijk vind ik dat ook niet zo te zaken doende, want het is niet alleen de motie. Want de sluitingstermijn bij de Europese gemeenschap, en daar heeft u allemaal bericht van gehad via de VNG, dat deze mogelijkheid bestaat. Er is zelfs nog in een briefwisseling van de Binnenlands Bestuur gestaan, dat die mogelijkheid er is. En ik zou zeggen, van laten we nou met beide handen aangrijpen om die 15.000 euro te krijgen. En wat ik me heb laten vertellen, informeel, is vanuit diezelfde ambtelijke organisatie dat het voldoende is om hotspots aan te leggen in de bouwde kom van de gemeente Ommen. Dan de vraag van de heer van het CDA, van de heer Dunnewind. Dat is een zeer terechte vraag waar ook mijn fractie mee rondgelopen heeft. Want in het besluit van de Europese gemeenschap staat dat het bedoeld is voor kleine dorpen en kleine kernen. Dus ik zou niet weten, maar dat zou heel mooi zijn van in de richting van de college om dat eens verder te onderzoeken, of je per kleine kern of per kleine dorp, of je daar een extra fondsje voor kan aanvragen. En dat zou ik dan zeker niet nalaten. Maar ons doel is in ieder geval om te proberen om dat, die 15.000 euro zeker te krijgen voor het centrum. Wat ik begrepen heb, nogmaals, kun je het daarvoor aanleggen. En wij hebben begrepen, want het is volgens mij niet voor de eerste keer, want ik heb het ook wel eens een keer in een begroting gezien waar dit plan, waar wij volledig alles zelf moesten bekosten. En dat is volgens mij de begroting geweest rond 2013 of 2014, waar dit plan ingestaan heeft. En daar stond ook die 12.000 euro, dus die komt zomaar niet uit de lucht vallen. Die stond er ook in. Dus ja, dit zijn, of het technisch uitvoerbaar is. Ja, ik vertrouw op, want ik ben ook geen techneut erin. Ik vertrouw op het advies van de ambtelijke organisatie om te zeggen van nou, wij kunnen dat daarvoor uitvoeren en wat hebben we er verder voor nodig. Mevrouw Lagas, en dan ga ik even terug naar meneer De Jonge. Even een aanvullende opmerking, voorzitter. Als je de tekst van de motie leest, staat er bovenin bij onderwerp wel gratis wifi in het centrum Ommen. Maar de tekst en het besluit sluiten niet uit dat je ook de kleine kernen bedient. Want er staat namelijk al, elk gemeente dorp gratis wifi heeft. Dus even aansluitend op de opmerking die de meneer Dunnewind ook maakte, had u het geloof ik over de centrumplannen. Ja, daar zouden we het best in mee kunnen nemen. En dan combineren met kleine kernen waar daar behoefte is. Dat zou heel goed zijn. Maar dat staat deze motie niet in de weg, omdat die zo algemeen is. Geachte raad, ik stel vast dat er een motie is ingediend waar het college wordt verzocht binnen 30 dagen bij de Europese Unie een voucher van 15.000 euro aan te vragen voor de aanleg van wifi hotspots. Ik stel ook vast dat een van de indieners van de motie, meldt dat het college, hoewel het zich daar niet van bewust is, al een aanvraag heeft gedaan voor zo'n voucher. Ik zou er bijna uit kunnen concluderen, ja, wat wilt u van het college als het college dat al doet, hoewel het zich het niet bewust is. Ik doe u het volgende voorstel. Wij nemen dit als college, wij zoeken dit eerst uit. En dan gaan wij hier in uw richting, komen hier in uw richting op terug. Anders wordt het een beetje, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het een beetje ingewikkelde discussie over informatie uit de ambtelijke organisatie waar u inmiddels over beschikt, waar het college nog geen kennis van heeft genomen. Ja, vindt goed? Dus dat is het voorstel dat ik uw raad doe. En meneer Mors gaat als eerste daarop reageren, zie ik. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb de brief van de VNG, althans de mededeling van de VNG, er nog even bijgepakt. En ja, het zou best kunnen zijn dat als u nog zelfs binnen 30 dagen reageert, dat je alsnog achter het net vist. Want er staat namelijk heel concreet in, de inzendingen worden behandeld op volgorde wie het eerst komt, eerst maalt. Dus
haast is waarschijnlijk toch wel een beetje geboden. Niet eerst een onderzoek. Nee, maar mijn eerste opmerking was dat het interessante is van deze motie, dat de indiener van de motie meldt dat hij ervan op de hoogte is dat die voucher al is aangevraagd. Ja, dat is al gebeurd. We kunnen het verleden niet meer veranderen, dus dat is al zoals het is. Wij hoeven daar geen hele snelle actie te ondernemen, want het is al gebeurd en het is al te laat of het is op tijd. Dus mijn voorstel is in de richting van uw raad dat het college dit uitzoekt en er verder in uw richting op terugkomt. Is dat akkoord? En dus is ook de opmerking van als u het uitzoekt en het blijkt niet het geval te zijn, dan is er wel haast geboden. Dan is er wel haast geboden en dan zullen wij uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ja? Wenst u de motie dan aan te houden of trekt u hem in? Ja, voorzitter, met de kennis over het indienen en de selectie daarin, dan zou ik zeggen van, want in mijn optiek, ja, u doet er een beetje, maar er is haast bij geboden en ik zou juist zeggen van laten we aan de slag gaan en vandaar zou ik toch wel, en ik kijk ook even om me heen naar de mede-indieners, dan zou ik dit toch wel graag ter stemming willen brengen, want voortvarendheid is hierbij gebaat. Ja, en als wij ook voor het seizoen, want ik heb ook al wat ruggespraat gehouden met belangenorganisaties, et cetera, hier in het centrum. Dat is niet het punt, meneer De Jonge. Het punt is dat maar, u het college oproept om iets te doen waarvan u zelf aangeeft het college doet het al. En dat is een beetje ingewikkelde motie. Nee, voorzitter. Want nu pakt u maar. Het is anders. Ik heb gezegd tegen u dat er een mail ligt via de Giffie is binnengekomen vanuit de ambtelijke organisatie dat het al is aangevraagd. En waarvoor ik u in de eerste termijn heb gezegd dat me dat zeer bevreemd. Want wat de ambtelijke organisatie zegt is prima, maar u als college bent er verantwoordelijk voor. En ik heb van u nog niet gehoord dat het besluit genomen is. Dus ik draag u nu op in deze motie om het uit te voeren. En dat zou heel mooi zijn als ze in Hardenberg al bedacht hebben om dat uit te voeren of om dat aan te vragen, dan heeft u al een stap over te slaan. Ik geef zo het woord aan mevrouw Bakelaar. Meneer De Jonge, u draagt het college niets op. In een motie nodigt u het college uit. Dat is zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Het punt waar het hier om gaat, en het college loopt ook niet weg voor de verantwoordelijkheid. Ik geef u juist aan dat er onder verantwoordelijkheid van het college, op basis van de informatie die ik van u krijg, zo'n voucher al is aangevraagd. Dus dat is niet. Dan blijft het altijd de verantwoordelijkheid van het college. Zelfs dingen die wij niet weten, die in de organisatie gebeuren, zijn wij toch verantwoordelijk voor. Dus dat staat ook niet, dat staat daar ook niet in de weg. Ik heb een procedurevoorstel gedaan en ik kijk even naar mevrouw Bakelaar. Want u was de eerste en dan krijgt daar meneer Moehan het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou gewoon een procesvoorstel willen doen. Van ja, is het dan niet eenvoudiger om gewoon de motie aan te passen en te vragen of dat het college het wil uitzoeken? Mocht het niet zo zijn dat er dan alsnog weer een en ander in stelling wordt gebracht om te zorgen dat die aanvraag alsnog plaats kan vinden als we daar allemaal mee eens kunnen zijn. Want dat is dan het volgende. En tegelijkertijd denk ik even een reactie op de heer De Jonge, nu we toch zo heerlijk aan het debatteren zijn vanavond. Zo van, ja, je kan toch niet verwachten dat het college op de hoogte is van elke aanvraag, de heer De Jonge. Want we hebben ook zoiets als een plan voor de centrumontwikkeling. En daar vinden volgens mij ook wel meerdere dingen plaats die gewoon gemandateerd zijn aan de ambtelijke organisatie. Via het college. Dus ik vind dat heel logisch dat het college niet alles weet. Het zou mij zeer bevreemden als ze dat wel wisten. Dank u wel, meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een beetje in lijn wat mevrouw Bakelaar ook al aangaf. Het college kan geen motie uitvoeren die al in werking is gezet. Dus dat houdt het dan op. Ik zou willen adviseren om de motie aan te houden. Als daarbij de toezegging van het college kan komen dat als blijkt naar onderzoek dat die aanvraag niet is ingediend, dat dan onmiddellijk alsnog de motie verkracht wordt en dat die alsnog wordt ingediend. En als het na onderzoek blijkt dat het wel zo is, dan is het dus die motie kunnen wij inderdaad naar ons neerleggen. Ik stel voor dat wij het volgende afspreken. Dat het college A uit gaat zoeken of de motie is ingediend. Of de voucher is aangevraagd, excuus daarvoor. Dat 2, als dat niet is gebeurd, dat het college alsnog de voucher zal aanvragen. En dat daarnaast het college de vragen die u gesteld heeft, een aantal technische vragen,
ook zal gaan beantwoorden om vast te stellen, zodat er een besluit kan worden meegenomen, ook in de begrotingsvoorbereiding 2019. Want dat is de vraag in de motie, moet ik het wel goed zeggen, in de motie. Zodat u uiteindelijk een besluit kunt nemen of u wel of niet gebruik wilt maken van de voucher. Dat is het procedure voor. En volgens mij sluit dat aan bij wat meneer Moerman en mevrouw Bakelaar ook hebben aangegeven. Kunt u daarmee instemmen? Ja, termijn. Wij gaan natuurlijk zo snel mogelijk. Sorry, ja. Mevrouw Lagas. Ja, meneer de voorzitter, even een praktische opmerking. Meneer De Jonge geeft net aan dat er een mail bij de Griffie is van een ambtenaar dat die is aangevraagd. Dus de contactpersoon is bekend. Volgens mij is dat morgen na te vragen. En dan kunt u ons donderdag de mededeling doen of die voucher is aangevraagd. Ja of nee? Volgens mij is dat een hele korte klap. We zien elkaar donderdag weer. Als u daar behoefte aan heeft, dan, want ik heb toegezegd dat we dat uitzoeken. En vanzelfsprekend zullen we u zo snel mogelijk daarover rapporteren. En als u dat op prijs stelt, zullen we dat donderdag doen. Ja? Oké. Zo voldoende voor het moment. En dan houden we de motie even aan, denk ik. Hè? Dat is de vraag van de indieners van de motie. Goed. Ik kom dan op deze zomerse avond bij agenda punt 16, bij de sluiting. En ik zie toch dat meneer Mors nog... er is geen inhoudelijk agendapunt meer, meneer Mors. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar naar aanleiding van de belevingsvlucht heb ik gehoord dat men graag op de hoogte gehouden wil worden waar het te vinden is wanneer het vliegtuig overkomt. En dat is te vinden op belevingsvlucht.nl. Dat is een website. Staat alles in. Heb ik het iedereen meegedeeld. Dank u zeer. Meneer Mors, dank u wel voor deze informatie aan ons allen. U ook allen dank voor deze toch aardige politieke avond. En ook fijn dat u zo met elkaar in debat gaat. En ik hoop dat u dat verder blijft continueren. Dank u.